11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Schrijver, essayist en publicist Joost Zwageman heeft zelfmoord gepleegd. Dat meldt de Volkskrant, waarvan Zwageman medewerker was. Hij was al eerder geruime tijd depressief. Later schreef hij erover in de Volkskrant. Zwageman brak in 1989 door bij het grote publiek met de roman Gimmick. Andere bekende romans van Zwageman zijn Vals licht en De buitenvrouw. In 2010 schreef hij het boekenweekgeschenk Duel. In 2003 en 2004 presenteerde hij Zomergasten. In een van die uitzendingen ontving hij Hirsi Ali, die in die uitzending de film Submission van haar en Theo van Gogh liet zien. Joost Zwageman is 51 jaar geworden. Maar dan opeens het bericht dat Joost Zwageman uit het leven is gestapt. Schrijver, kunstminnaar en fijn mens. Fijn, maar depressief mens, dat wel. En dat is hem blijkbaar te veel geworden, zo het lijkt. Aan de telefoon Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant, waar Joost Zwageman werkzaam voor was. Meneer Remarque, goedenavond. Goedenavond. Een schok, neem ik aan. Ja, verschrikkelijk nieuws. Gedachten gaan onmiddellijk uit naar naast van Joost. Het is ook een groot verlies voor literatuur en voor de kranten van Nederland, waar Joost zo prachtig in heeft geschreven. Het is verschrikkelijk dat hij in al zijn enthousiasme, dat hij altijd zo ontzettend goed kon overdragen. Dat was denk ik de kracht van zijn auteurschap, ook in onze krant. Dat bij hem altijd ook gepaard ging aan depressie en manische periode. En dat is hem kennelijk nu fataal geworden. Ja. Was hij makkelijk in het delen, want u werkte met hem samen, makkelijk in het delen van die depressieve periodes met u als werkgever? Nou ja, god, ik ben niet echt zozeer werkgever. Hij heeft voor ons geschreven en ik ken hem redelijk goed daardoor. En ja, ik weet wel wat hij niet heeft makkelijk heeft gehad de afgelopen jaren. Wat is zijn, ja, het is natuurlijk allemaal heel vers en heel kort, dus het is een grote vraag. Maar wat is de betekenis van Joost voor de Volkskrant geweest? Nou ja, ik denk, hij heeft dat ook heel mooi op de wereld draait doorgedaan. Wat hij fantastisch kon en waar hij prachtig in schreef in onze krant de laatste jaren, is nou ja, dat wat een mens voelt bij een kunstwerk en alle associaties daarmee. Daar kon hij fantastisch over schrijven. Hij kon bijvoorbeeld duidelijk maken hoe je ontroerd kunt raken door abstracte kunst. Iets wat heel ver van veel mensen afstaat. Maar als je bij Joost las, dan werd je daar volledig door overtuigd. En hij ligt de dwarsverbanden. Het is een enorm erudiet figuur was het ook. En wij hadden net besproken dat hij ook weer meer over literatuur en andere verschijnselen zou schrijven. Hij heeft in het verleden ook een mediacolumn gehad. Dus het is een, het was echt een alleskunner. En iemand die ontzettend veel tot zich nam en ontzettend veel las en bekeek en daar heel veel interessante gedachten over had die hij ook heel goed kon overbrengen. Over het overlijden van Joost Zwageman, hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant. Hartelijk dank voor zo'n snelle reactie. Aan de telefoon Jeroen Vullings, literair recensent van Vrij Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Wanneer heeft u hem voor het laatst gesproken? Nou ja, zaterdag bij wat we nu weten, de presentatie van zijn laatste boek. Het was in een galerie in Heemstede bij een kunstenaar. Het is een bibliofielboek eigenlijk, samen met Willem Schnietker. Dus die had de etser verzorgd. En Joost had een brief geschreven aan een bewonderde 36e kunstenaar, Francisco de Zurbaran, als ik het goed uitspreek. En daar hadden we niet samen kunnen zien komen. Dus het was leuk. Hij sprak daar ook nog met een kunstenares, Helen Wolf, die had zijn hoofd eigenlijk in klei al gemaakt en dat zou dan in brons gegoten worden. Ik zag dat hij een afspraak voor atelierbezoek maakte en ik kreeg ook na die borrel daar kreeg ik van een mailtje van hem, nou, of we met z'n vier uit eten zouden gaan. Het is allemaal leuk. Heel monter allemaal eigenlijk, ja. Heel monter, ja, achteraf, maar het is allemaal achteraf te praten, zoals ik me ook nu kwalijk neem dat ik niet meteen antwoord op dat mailtje, behalve ja graag en leuk doen we, maar niet meteen een plan maken. Dus hij zei toen wel iets, hij had goede zin om een nieuwe baan eigenlijk bij de Volkskrant te nemen. Dus hij zou niet meer over kunst gaan schrijven, maar over literatuur. Dus eigenlijk de nieuwe Kees Fens worden. Mm-hmm. En ik verwelkomde hem daarin. Dat is natuurlijk op mijn afdeling, vond ik geweldig. En
En toen wezen we op een essay over literatuur in zijn nieuwe boek, dat eigenlijk helemaal over beeldende kunst gaat, Speelde van het licht. Dat essay had ik gemist in de krant. Dat heette iets van oefeningen in het verdwijnen. Ja, met de kennis van nu is dat, nou ja, of ik dat gezien had. En dat gaat eigenlijk over een soort verlangen naar niet bestaan. Ja. Dus, maar ja, dat is altijd achteraf gepraat. Dus, ja. Alleen, ik denk er nu wel van na. Ja, ik kan het zeggen. En dat is altijd met terugwerkende kracht dat je dan misschien wel tekenen ziet. Ja. Ja, als we het over Joost Zwageman hebben, wat voor schrijver was het eigenlijk? Nou, hij was enorm veelzijdig. Hij werd door Moelis, hij is door Moelis Blokker Hofland, is hij toch wel als een heel grote opvolger eigenlijk gezien. En dus romans, essays, poëzie, mooie dingen allemaal. Ja, wat ik jammer vond is dat hij op een gegeven moment geen romans meer schreef. Ik hoopte altijd dat hij dat zou doen, want dat was voor mij... dat vond ik geweldig toen hij dat deed. Maar ja, hij was enorm actief, enorme brede belangstelling. Hij heeft ook, waar heeft hij allemaal niet voor geschreven? Voor Vrij Nederland over literatuur, Volkskrant over kunst en boek na boek na boek. Ja. Dus, hetgeen waar we in Zwageman eigenlijk het eerste mee leerden kennen was Gimmick. Was dat een boek waar u ook meteen van ondersteboven was eigenlijk? Ja, dat heb ik toen al gezegd die zaterdag, want... Ik kende eigenlijk al die hippe Amerikanen niet. Ja. Die heb ik via hem leren kennen, die Jay McInerney en Bret Easton Ellis. Ja. En dat vond ik een scene waar ik enorm bij wilde horen toen. Een beetje kinderachtig, maar ik vond het geweldig hoe hij dat beschreef. En hij heeft een hele andere toon. Hè. Dat was zo'n roman over het kunstmilieu in Amsterdam op Scholte. En dat was lyrisch, dat was swingend. Heel anders dan zijn vorige romans, die waren nog echt... Bijna traditioneel geschreven. Hè? Daar kon je de sporen van festtijd nog in terugzien. En dit was totale breuk ermee. Ja, totaal op de moderne stoel gaan zitten. Ja, dat zul je ook gehad hebben. Het was echt een sensatie. Dit is de nieuwe literaire stem. Ja. Dus dat, hij was iemand die altijd in... Dan nam hij weer een andere gedaante aan. En dat deed hij ook in zijn poëzie. Dat heeft hij een soort thema van gemaakt. Hè? Een soort veelkoppigheid. Dus daarna kwam weer een hele andere roman en weer een andere roman. Maar goed, allemaal prachtige dingen. Ja. Ook aan de telefoon collega en vriend Bart Chabot. Goedenavond, Bart. Goedenavond. Allereerst gecondoleerd. Ja, dankjewel. Met dit verlies. Wat zijn je eerste gedachten? Nou ja, moeilijk Erik, moeilijk. Een beetje een draaikolk van gedachten, eerlijk gezegd. Ik heb Joost natuurlijk behoorlijk goed gekend, ook behoorlijk lang gekend. We hadden natuurlijk een vriendschap. Het is niet de eerste keer dat een vriend van mij zelfmoord pleegt. Dus ik moet je zeggen dat het is een beetje een rollercoaster van gevoelens. Om te beginnen was Joost een ontzettend aardige gozer. Iemand met wie het goed toeven was. Dat is in de schrijverswereld niet altijd het geval, heel eerlijk gezegd. Er lopen ontzettende eikels rond in die wereld. Maar daar hoorde hij ook niet toe. Dat is een ontzettend aardige gozer. Verder had hij ontzettend veel kwaliteiten. Het is heel raar om hem, over hem nu al in de verleden tijd te spreken, overigens. En hij heeft zich de laatste jaren ontwikkeld met name tot een groot essayist. Waar hij ook op televisie, een moderne Pia Jansen, zich ontpopte. En dat werd in brede kring zeer gewaardeerd. Kortom nog een jongen met geweldig veel talenten en kwaliteiten. Dus als je dan op je 51ste uit het leven stapt, is dat natuurlijk... Ja, dat is niet triest. Ja, en je zegt dat we hadden een vriendschap. Hij maakte niet echt een geheim van zijn depressiviteit. In hoeverre deelde hij dat met jou? Nou ja, weet je... ik wees hem... Kijk, we hadden het daar wel over... Maar niet zo heel erg vaak hoor. Maar de keer dat we het over hadden, wees ik hem altijd op datgene wat in zijn leven zozeer de moeite waard maakte. Zei ik, ik heb het met Martin of met Herman meegemaakt. Dus Joost, kijk naar de wat zonnige zijdes van je bestaan. Je hebt heel veel naar huis. Hij had een partner sinds een aantal jaren, een ontzettend leuke vrouw, Maaike. Joost, rationeel gezien was er geen reden om zijn leven te beëindigen. Laat ik zo zeggen. Ik vond dat ook wel mijn weg liggen om dat tegen hem te zeggen. Maar iemand die natuurlijk echt in een diepe depressie is, dat is natuurlijk niet.
Dat is niet, die lul er niet zomaar even uit natuurlijk. Nee, precies. Nou, hij legt daar zelf over die donkere dagen die hij kent, legde hij ooit zelf het volgende zelf uit. De meest zwarte dagen, je bent om 10:16 ochtends bezig om 10:20 te halen. Als je 10:20 haalt, dan denk je, dat heb ik ook weer gehaald. Maar als vervolgens de post kwam en er lag een stapeltje brieven, dacht ik, dat ga ik niet redden. Die post valt mij aan. En als die post mij niet aanvalt, ligt daar nog een stapel boeken. Maar je had dus eigenlijk niets aan al die kennis die je in die jaren vergaard had over een volledig situatie waar je nu zelf in terecht was gekomen, had je niets aan. Totale illusie. Een totale illusie. Hij is er heel duidelijk en heel open over. Hij heeft er ook over geschreven, hè? Over zelfdoding. En daar was hij eigenlijk niet mals over. In de zin dat hij dat eigenlijk misschien zelfs al een beetje onacceptabel vond. Nou ja, weet je, Joost heeft natuurlijk nog een verleden daarmee. Omdat zijn vader natuurlijk ooit een poging heeft gedaan tot zelfdoding. Die overigens niet lukte. Maar Joost was wel getekend door dat verleden. En ik keek er iets anders tegenaan, omdat ik de zelfmoord van Herman Brood had meegemaakt. En dat was geen zwaktebod van Herman, maar dat was juist een sterke zet. Omdat Hermans lichaam het opgegeven had. Ja. En dus Herman wist aan te wachten stond. Dus ik dacht daar iets anders over dan Joost. Maar voorop staat natuurlijk dat zelfmoord natuurlijk sowieso altijd een verschrikkelijk iets is natuurlijk. Dus daar konden we elkaar wel de hand in reiken. Het moet ook wel gezegd worden dat Joost ook echt heel erg goede dingen heeft gedaan in de literatuur. Zeker. Hij was als dichter bij de Maximale betrokken. Een hele levendige groep dichters die af en toe het kiphok van literatuur flink opschudden toen de tijd. Af en toe is het ook wel nodig in de Nederlandse literatuur. Hij heeft een aantal klassieke romans geschreven, waaronder natuurlijk Gimmick wel, denk ik, de meest iconische roman is. Hij had hele grote kwaliteiten. En ja, weet je, en wat ik ook nooit zal vergeten is dat Joost was de enige, toen Broodje Gezond uitkwam, het eerste deel over de Herman Brood biografie, was Joost de enige criticus, de enige die daar zeer lovend over geschreven bij Nederland. Wat ik natuurlijk altijd, waarmee die mij natuurlijk voor eeuwig aan zich verbonden had. Dat is natuurlijk onvergetelijk. En hebben we op Joost opgetreden. En in dit geval van Ronald Gippard was natuurlijk een hele goede vriend van Joost. En heeft met hem opgetreden in het theater 2 jaar. En later heeft Joost met ons 2 opgetreden. Dat waren buitengemeen feestelijke aangelegenheden. Want natuurlijk ook, Joost, ja, dat zou je nu even niet denken. Maar Joost had natuurlijk ook een geweldig gevoel voor humor. Absoluut. Mooi reuze en hem lachen ook, weet je wel. En vriend, ook een rock'n'roller. Ik bedoel, hij was bevriend met Barry Hay van Goal Earring. En had een grote liefde voor rock'n'roll. En geen saaie Piet. Integendeel, weet je wel. Vriendschap gaat ver, Bart Chabot. Dank je wel voor je aan de telefoon komen en voor je mooie verhaal. En ook bedankt Jeroen Vullings, literair recensent van Vrij Nederland, over het overlijden van Joost Zwageman. Middernacht, woensdag 9 september, door Alt Megens met het NOS-journaal. Schrijver, essayist en publicist Joost Zwageman heeft zelfmoord gepleegd. Hij was al eerder geruime tijd depressief. Zwageman zou vanavond om 22:30 te gast zijn bij Radio 4 om te praten over zijn nieuwe boek, De Stilte van het Licht, maar hij kwam niet opdagen. Joost Zwageman brak in 1989 door bij het grote publiek met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals Licht en De Buitenvrouw. In 2003 en 2004 presenteerde hij het tv-programma Zomergasten. In een van die uitzendingen ontving hij Ayaan Hirsi Ali, die daarbij de film Submission van haar en Theo van Gogh liet zien. Minister Bussemaker noemt de dood van Zwageman een onvoorstelbaar tragisch bericht en een groot verlies. Hij heeft volgens haar veel jongeren vertrouwd gemaakt met literatuur. En met zijn optredens in De Wereld Draait Door nam hij volgens Bussemaker met zijn aanstekelijk enthousiasme een breed publiek mee in de literaire wereld. Joost Zwageman is 51 jaar geworden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Eerder vanavond hoorden wij het bericht op de redactie. Het nieuws sloeg hard in als een bom. Joost Zwageman heeft zelfmoord gepleegd. Hij zou volgende week te gast zijn in dit programma over een nieuwe bundel die heeft uitgebracht met essays over schoonheid in de kunst, De Stilte van het Licht. En we waren met hem in gesprek over gedichten die hij zou inspreken voor dit programma. De gedichten waren al opgestuurd.
Ze waren al klaar. Ze moesten alleen nog worden ingesproken. Zometeen na ene zullen we het hebben over die gedichten en over de schoonheid daarvan en ook de wrangheid. Een van die gedichten lijkt ook zijn dood misschien wel aan te kondigen. Op dit moment heb ik aan de telefoon Peter Nijssen. Hij was de laatste jaren de uitgever van Zwagerman, directeur van de Arbeiderspers. Goedenacht, meneer Nijssen. Dag, Pieter. Gecondoleerd, allereerst. Dankjewel. Een hele merkwaardige avond, een hele nare avond is het ook. Hij zou te gast zijn bij een ander radioprogramma. En op een zeker ogenblik kwam hij daar niet opdagen. En toen is eigenlijk het nieuws duidelijk geworden dat hij... Dat hij dood is. Mm-hmm. Kun je mij beschrijven hoe het is gegaan? Nee, dat kan ik helemaal niet. Hoe het voor jou is gegaan, hoe het nieuws tot je kwam? Ja, want ik ben eigenlijk al een paar uur nog niet eens, denk ik, op de hoogte van dit, voor mij ook buitengewoon verbijsterende en schokkende nieuws. Ik ben er door enorm door aangeslagen. Dus over details daarvan kan ik je absoluut geen mededeling doen. Het is wel duidelijk dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Nee, oké, dat begrijp ik. Maar het om maar aan te geven dat het heel onverwacht kwam, in de zin van hij zou in een radioprogramma zijn. Ja. Hij kwam niet opdagen, er werd gebeld van waar blijft hij. En toen is dit nieuws duidelijk geworden. Precies, ja. Wat is je eerste gedachte? Want het is natuurlijk allemaal ontzettend vers, maar... Wat denk je nu over Joost Zwagerman? Wat zou je willen zeggen? God, ik zou willen zeggen, jongen, had het toch niet gedaan. Ik dacht misschien. Ik vind het verschrikkelijk, vooral ook voor zijn geliefde, voor zijn familie. Maar ook voor ons. En voor iedereen die hem goed gekend heeft. Joost was een ontzettend aardige, flamboyante, goedmoedige jongen. En hij is er niet meer. Dat vinden we ontzettend erg. De laatste jaren had hij ook een beetje de omslag gemaakt naar essayist. Die bundel ligt hier voor me, De Stilte van het Licht. Een bundel met essays. Dat was eigenlijk een van zijn specialisaties geworden. Schrijven over kunst, schrijven over schoonheid, ook andere onderwerpen. Naast een gevierd romancier was hij eigenlijk op weg om een van Nederlands belangrijkste essayisten te worden. Ja, hij heeft de laatste jaren eigenlijk veel meer essayistiek bedreven dan fictie. Wel nog wel behoorlijk wat poëzie gepubliceerd overigens, maar romans zijn er de afgelopen jaren, afgezien dan van het duel, het boekenwerk geschenkt, dat tot een kort roman was. Hij heeft niet meer geschreven. Hij heeft zich echt toegelegd op het genre van het essay en met name het literaire, het essay over schrijvers en over kunstenaars, vooral dat laatste. Daar staat die bundel ook vol mee, De Stilte van het Licht. Vandaag notabene verschenen. Misschien zelfs wel het meest ingetogen bundel over beeldende kunst, zou ik denken. Hij was nog productief, zei het op een andere manier dan een romans schrijven. Hij was natuurlijk al een gevierd romanschrijver. Mm-hmm. Het is ook iemand die altijd heel open is geweest over de worstelingen in zijn leven. Dat hij met depressies te kampen heeft gehad. Ja. Ook het thema zelfmoord figureerde in zijn werk. Hij heeft er wel eens een essay over geschreven. Een heel boek zelfs, door eigen hand. Ja. Zijn vader heeft ooit een poging ondernomen. Zijn beste vriend heeft ooit een poging ondernomen. En het was iets waar die open zelf over vertelde. Dat het voor hem ook een angst was dat hij het zelf ooit zou doen. Ja, hij vond het eigenlijk ook een schande dat iemand het zou doen, of dat iemand het deed. Ik wil niet in details treden over want ik weet niet wat er door het hoofd van Joost is gegaan de afgelopen dagen en zeker niet in zijn laatste uren. Daar wil ik wel helemaal geen speculaties over doen, maar dat het de laatste tijd soms niet goed met hem ging, dat is misschien niet eens een geheim. Wat ik in ieder geval ook weet is dat hij erg aangegrepen was door de zelfgekozen dood van Rogie Wieg. Een hele goede vriend van. Ja. Misschien wel zijn beste vriend. Want dat is ook iemand die eerder in interviews naar voren kwam. Ja, hoewel hij die de laatste jaar misschien ook veel minder zag dan daarvoor. Het is natuurlijk moeilijk om te bepalen wat het nou is geweest. Maar het was iemand die daarmee worstelde. Iemand die ook in zijn leven pieken en dalen had. Ja. Eigenlijk was het ook moeilijk om te bepalen waar hij precies stond. Omdat het ene moment het geluk hem heel erg bezig hield. En dat ook heel erg uitstraalde. En het andere moment was hij misschien verdwenen. Zag je hem eigenlijk niet. En dan zat hij waarschijnlijk in die andere fase.
Ja, ik zou bijna zeggen net een echt mens. Want we hebben natuurlijk allemaal die fluctuaties. Dat we het nu eens zonnig zien en dan weer veel minder zonnig. Alleen, het kan zijn dat bij de een dat slingerwerk wat verder uitslaat naar links en naar rechts. En misschien was dat bij Joost ook zo. Maar we kunnen ons juist allemaal heel goed voorstellen dat dit zo bij hem was. Het is heel vers. Zometeen gaan we kijken naar de gedichten die hij heeft achtergelaten. Hij zou ze ook inspreken voor dit programma. Een van die gedichten herlas ik. Hij had ze al opgestuurd. Ja. Dood. God die eenzaam is, zichzelf verafschuwt, zelfmoord pleegt, omdat hij zijn aanstaande schepping vreest. God in één keer dood door eigen hand, dat moet de oerknal zijn geweest. Als je dit nu leest, is het echt een vuistslag, dit gedicht. Ja, ik moet je ook zeggen, ik ken het niet. Dus ik ben er, het raakt me. Ja, dat kan ik me alleszins voorstellen. Ja. Peter Nijssen, ik denk dat we het hierbij laten. Want wat er moet gebeuren met zijn werk, met dingen, dat is allemaal veel te vroeg, veel te praktisch. Dat lijkt me ook. Daar komen we later nog over te spreken. Daar hebben we het nog over. Heel veel sterkte. Dank. Dankjewel. Dat je nu aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan. En een goede nacht, ondanks alles. Oké, dankjewel. Dag. Christine Hemmerichs, welkom. Goedenavond. Goedenacht. Je bent de gast. Naar aanleiding van je eigen boek, Alles Verandert. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar toch over Joost Zwageman. Jullie kenden elkaar. Dat is onafwendbaar als je allebei schrijver bent in een klein taalgebied. Wat was je eerste gedachte vandaag toen je dit hoorde? Ja, zoiets is natuurlijk een grote schok. En dan ging ik in gedachten terug naar al de keren dat ik met hem gepraat heb, dat ik hem ontmoet heb. En ja, ik wist ook dat het de laatste jaren hem niet voor de wind ging. Dat hij, dat sommige dingen erg moeilijk waren. Dan denk je, ligt het daaraan? Maar weet je, ik denk dat zelfmoord niet noodzakelijk te maken heeft met problemen. Je hebt mensen die verschrikkelijke problemen hebben en geen zelfmoord plegen. Dus ik weet ook niet of het zinvol is om de waarom-vraag te beantwoorden. Te stellen. Ja. Nee, Joost Zwageman zelf, die heeft er vaak over geschreven en gesproken. Die zei de kans dat iemand zelfmoord pleegt, die varieert per persoon. Die is al veel groter voor een schrijver dan voor een niet-schrijver. Voor een dichter nog net iets groter. Als het in de familie voorkomt, in zijn geval zijn vader die een poging ondernam, dan is die kans nog vele malen groter. Hij bezag het in de kans dat je zelfmoord pleegt. De aanleg tot zelfmoord. Zoals je ook aanleg voor een ziekte kunt hebben of aanleg voor andere kwalen. Ja, dat kan. Ik heb zelf ook eens een boek erover geschreven. Dat heet De dood heeft mij een aanzoek gedaan. En ik ben dat boek beginnen te schrijven omdat ik geplaagd werd door zelfmoordgedachten. En het is een soort van therapie geweest. Het heeft mij wel geholpen, want de uitkomst was probeer het goede te zien in het leven. Hè. Zie dat de fles half vol is eerder dan half leeg. Maar weet je, ik sta heel dubbel tegenover zelfmoord. Aan de ene kant vind ik, en misschien mag ik dat niet zeggen, maar eigenlijk vind ik wel dat mensen daar recht op hebben. En aan de andere kant vind ik het verschrikkelijk voor wie je achterlaat. Je zadelt die mensen op met een verschrikkelijk schuldgevoel, met een enorme leegte. Ik ken een aantal mensen van wie mensen in de directe omgeving zelfmoord hebben gepleegd. En dat is heel, heel moeilijk om dat te aanvaarden, om verder te leven. Dus dat is een heel sterk argument om het niet te doen. Ik weet niet of het zo rationeel is. Ja, nee, maar ik heb ook heel vaak het idee van God, dat ik dan de persoon die dat gedaan heeft wil gaan redden. Want ik denk, als je dat doet, hè, Joost heeft dat nou gedaan, maar je moet dat gedaan hebben op een moment van crisis. Een crisis die misschien 3 uur later
had kunnen voorbij zijn, weet je. Dus ik heb daar allerlei tegenstrijdige gevoelens bij. En ik denk dat het grootste gevoel een zekere gelatenheid is. Ja. Zelf zei hij, iemand die zelfmoord pleegt, die wil niet de dood, die wil een ander leven. Dat schreef Joost Wagerman. Dat is misschien ook wel mooi gezegd. Dat is inderdaad mooi gezegd, maar meer dan dat is het meer ook niet. Meer dan dat is het niet. Zullen we het straks hebben over waarvoor je bent gekomen? 1 uur door Dorald Megens met het NOS-journaal. Met verbazing en verslagenheid is gereageerd op het overlijden van schrijver, essayist en publicist Joost Zwagerman. Hij maakte gisteren een einde aan zijn leven. Zwagerman zou afgelopen avond bij Radio 4 komen praten over zijn nieuwe boek, De Stilte van het Licht, maar hij kwam niet opdagen. De schrijver kampte al jaren met depressies en manische periodes. Die zijn hem nu kennelijk fataal geworden, zei hoofdredacteur Philip Remarque van de Volkskrant, waarvoor Zwagerman werkte. Met het oog op morgen noemde Remarque de dood van Zwagerman een groot verlies. Ook minister Bussemaker van Cultuur noemt de dood van Zwagerman een onvoorstelbaar tragisch bericht. Hij heeft volgens haar veel jongeren vertrouwd gemaakt met literatuur. Joost Zwagerman brak in 1989 door bij het grote publiek met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals Licht en De Buitenvrouw. Behalve schrijver was Zwagerman ook kunstcriticus, onder meer in het programma De Wereld Draait Door. En in 2003 en 2004 presenteerde hij het tv-programma Zomergasten. Joost Zwagerman was 51 jaar. Dit was het NOS Journaal. Nooit meer slapen. Het nieuws galmt nog na en de schok is groot in de literaire wereld. Joost Zwagerman is afgelopen avond overleden. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Anton, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Ja, het verschrikkelijke nieuws. Want hij is niet alleen overleden, maar ook door eigen hand. Zelfmoord. Door eigen hand was notabene de titel die hij gaf aan een boek essays en interviews uit 2005, Zelfmoord en de nabestaanden. Joost Zwagerman is er niet meer. De dichter, de schrijver, de essayist. Iedereen heeft zijn herinneringen. Een enorme dreun. Net op de dag dat zijn boek over beeldende kunst zou verschijnen. Het boek ligt hier voor me. Hij was uitgenodigd. Hij zou volgende week komen. Een bundeling met essays over kunst. Essays schrijven was meer zijn stil geworden de laatste tijd. Laten we het eerst hebben over de gedichten. Want hij was bezig met een project. Vanwege dat project had hij veel contact met de redactie recentelijk. Een reeks gedichten die hij had geschreven over God. Die hij nog zou inspreken om in dit programma te laten horen aan het slot van de uitzending. Wat kun jij vertellen daarover? Nou, daar kan ik alleen over zeggen dat hij inderdaad contact had. Hij had steeds plannen. Hij wilde heel graag een reeks gedichten brengen onder de titel Zwagerman waakt over God, waarin hij naar eigen zeggen al schrijvend waakt over God en zijn onpeilbare en alomtegenwoordige afwezigheid. Dit zijn zijn eigen woorden. Ik citeer Joost nu verder. Mijn uitgangspunt daarbij was onder meer de uitspraak van de filosoof Cioran, de Franse filosoof, die heeft gezegd: God heeft veel te danken aan Johann Sebastian Bach. Einde citaat. En dan schreef hij: ik hoop natuurlijk dat ik, alles in verhouding, in Bachs voetsporen kan treden en een aantal gedichten heb gemaakt waar niet alleen de luisteraar, maar ook God zelf iets aan heeft. Dat dit onderwerp nu op mijn weg komt, dank ik ook aan mijn non-fictieboek dat in september verschijnt. Deze mailwisseling met de redactie en met Lotje IJzermans met name, de eindredacteur van Nooit meer slapen, die is van een paar maanden geleden. En dat boek dat in september zou verschijnen is dus het boek dat nu voor jou ligt, De Stilte van het Licht. Dat boek, schreef Joost Zwagerman, gaat over de kennelijk niet te onderdrukken neiging om stilte, rust, contemplatie en uiteindelijk God te zoeken in de kunst en in de beeldende kunst door makers en toeschouwers. Wonderlijke tekst eigenlijk. Lotje IJzermans heeft gelijk gezegd, ga dat doen. En er zou dus een reeks komen over afzienbare tijd met die gedichten die hij zelf zou voorlezen. Een van die gedichten, jij memoreerde dat net ook toen je sprak met Peter Nijssen, zijn uitgever, is het gedicht dat nu inderdaad als een mokerslag
op de lezer overkomt. En dat gaat als volgt. Dood. God die eenzaam is, zichzelf verafschuwt, zelfmoord pleegt, omdat hij zijn aanstaande schepping vreest. God in één keer dood door eigen hand. Dat moet de oerknal zijn geweest. Het is inderdaad een mokerslag als je dit nu leest. Het lijkt een aangekondigde dood bijna, of in ieder geval een reflectie op dat thema zelfmoord. Je zei het al, hij heeft erover geschreven, hij heeft er ook over gesproken in interviews. Het thema zelfmoord was iets wat in Zwagermans leven niet ver was. Daar had ik het net over met zijn uitgever Nijssen ook. De zelfmoordpogingen van zijn vader, een goede vriend die zelfmoord pleegde. Hij was niet zo lang geleden in gesprek met onze verslaggever Nicole ter Borch. En daar heeft september vorig jaar? Nou, dat is niet zo lang geleden. Dat was toen naar aanleiding van een verzameling gedichten, als ik het me goed herinner. In dat gesprek heeft hij ook iets gezegd over dat thema. Over hoe zijn vader nu in het leven staat, hoe hij zelf in het leven staat en hoe hij tegen het thema zelfmoord aankijkt. Zullen we daarnaar luisteren? Ja. Zeg maar, zijn wanhoopsdaad van toen heeft van hem een milder iemand gemaakt. Bescheidener ook. Bescheidener ook in de dingen die hij van het leven vraagt en verlangt. Relativerender. Dat hoop ik wel in het gedicht 8 jaar te hebben geplaatst. Dat de diagnose een soort quizvraag. Dat helemaal vanuit Rotterdam vijfdejaars studenten aan zijn Westfries bed. Clipboard voor de borst. Binnenpret die als bij de Latourette voorschijn gult bij de onbedwingbare vingerwijzing die streng verboden is. Jullie raden het nooit. Een cupcake uitgeloofd voor wie alsnog. Verpleeghulp die vermanend bloed aftapt. Want er staat een sanctie op de vreugde van de man voor wie het woord deductie het oppimpen van gokken is. Een mooie spreker natuurlijk, een intelligente man. Iemand die de zware kant van het leven heel goed kende en onder woorden kon brengen. Maar ja, ik kende hem alleen maar professioneel. Ik weet niet hoe het met jou zat, Anton. Maar dan vond ik het altijd een heel vrolijke man ook, gek genoeg. Een aimabele man met wie het gewoon heel prettig omgaan was. Ja, ik heb hem niet zo heel lang geleden bij Boekhandel Scheltema geïnterviewd over Julian Barnes. Samen met Wim Pijbus. Dat was de opening van de kunstafdeling daar. En dat was heel geamuseerd. Je hoort hem heel snel denken, altijd heel snel praten. Maar we kunnen natuurlijk niet in iemands hersenpan kijken. En laten we dat ook niet proberen. Nee, hij heeft er veel over gepubliceerd. Het was zijn thema. Laten we luisteren naar hemzelf. Er is ook door de redactie nog een fragment opgedoken uit een EO-programma, De Kist. Het televisieprogramma dat over de dood gaat. 22 februari van dit jaar. Keva Alouche praat daarin met bekende Nederlanders over leven en dood. En ook Joost Zwagerman was daarin te horen. Luister. Heb jij zelf wel eens verlangd naar de dood? Ik zou liegen als het niet zo was. Maar ik raakte wel meteen in de greep van een angst die ik voor die daad van mijn vader niet had. Voor die tijd dacht ik wel eens, oh, wat voel ik me na? Het zou het beste zijn als ik niet meer wakker zou worden. Wat je wel eens, die zo'n rare gedachte die je allemaal wel eens hebt. Ik besteedde daar helemaal geen aandacht aan in mijn leven. Had ik het nadien wel eens, dan dacht ik, oef, zie je wel, ik ben gestempeld door het gen. Ik heb dat meegekregen. Ja. Ja, ja. En heeft dit gegeven een rol gespeeld? Wij weten allemaal uit de publiciteit dat jij in 2011, dat het niet goed met je ging, dat je zelf in een depressie zat. Ja. Dit gegeven heeft dat toen een rol gespeeld? Was ik vrij bang, ja. Ja. Je stelt nu een vraag over die depressie. Later heb ik ik heb zo zorgvuldig mogelijk afgewogen of ik daar iets over zou zeggen in wat je zegt, de publiciteit of niet. Toen had ik ook bijna iets pastoraals, weet je wel. Ik dacht van, het is best nog een taboe in Nederland. Of het wordt eigenlijk een steeds groter taboe. Met de Facebook-cultuur, met de selfies-cultuur, met Twitter-cultuur. Oh, wat is ons weer geweldig. Vandaag weer een geweldige dag gehad. Kijk eens hier wat voor succes. Iedereen wordt een soort shiny happy people. Maar niemand zegt dus, goh, ik ben nu zo op Facebook, ben nu zo down and out. Ik voel me echt alleen. En wat is dit leven nog waard? Dat hoor je niet te zeggen. Terwijl een heleboel mensen soms het leven wel zo ervaren. Zelfmoord onder jongens in Nederland is doodsoorzaak nummer 2. Hè? Dus we hebben het wel ergens over. Maar daar mag je niet over spreken.
Waarom eigenlijk niet? Dus ik dacht van, nou, laat ik nou maar eens wel zeggen dat ik helemaal geen, dat ik niet bij die Goed Nieuws politie hoor. Mijn leven was helemaal geen aaneenschakeling van Goed Nieuws. Ik ben 2 jaar lang heel bedroefd geweest. Om uiteenlopende redenen en meer dan bedroefd. Ik was wel redelijk in de klem. Ik begreep eigenlijk niet waarom mensen nog op straat gewoon zorgeloos op de fiets stapten. Want ik begreep überhaupt niet dat je nog wat voor zin het had om op de fiets te stappen. Waarom zou je ergens nog heen gaan? Je gaat alleen maar van het ene zwart naar het andere. Snap je zoiets? En sterker nog, straks ga je niet in het zwart, maar dan kukkel je naar beneden in de afgrond die de wereld is. Ik noem maar wat. Dat soort echte vervelende gedachten. En hoe erg is het geweest met jou? Nou, ik was wel eens op consult dat een arts zei, we kunnen nu 2 dingen doen. We kunnen hier de deur op slot doen en wachten tot de hulpverlening komt. Of ik kan jou samen met jou naar huis gaan en jou kijken, dat ik kijk naar hoe jij de medicijnen neemt. Nou ja, dat was dus wel slecht. Ik heb eigenlijk opnieuw moeten leren leven. Dat zijn er zijn geen voordelen aan een depressie. Dat is ook een romantiek van, je komt gelouterd uit het leven. Dat vind ik valse romantiek, want je gunt niemand zo'n depressie. Dat is heel naar. Maar wat ik nog wel heb, dat ik iedere dag, nou laat ik het zo zeggen, ik ben blijer dan voorheen met het aanbreken van een nieuwe dag. Dat klinkt heel suikerzoet, maar het is de waarheid. En waarom ben ik daar dankbaar voor? Omdat ik in een periode in de greep was van die zwarte demonen. En dus werkelijk, ik merk dat ik makkelijker kan praten over wat mijn vader is overkomen, dan dat ik kan uitleggen wat mij is overkomen. Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Joost Zwageman in gesprek met Kiva Alouche in het programma De Kist, Anton de Goede. Ja, heel eerlijk, heel open vertelt hij erover. Dat is ook een worsteling voor hem geweest. Hij vertelt ook iets over zijn leven en hoe die daarop terugkijkt. Hij laat 3 kinderen na. Dat is ook onvoorstelbaar. Luister naar hetzelfde programma van de EO, De Kist, volgende fragment. Dan hoop ik dat ik voor mijn dierbare en vrienden en geliefden een goede vader ben geweest, een goede vriend, een goede echtgenoot, een goede geliefde. En als je er niet meer bent, en die kist, daar zit ik ook in, die net voor het huis stond. En dat er nog ergens 3 mensen zijn die dankbaar zijn dat ik er was. Mijn kinderen bijvoorbeeld. Dat is wel mijn motivatie nummer 1 in het leven. En op afstand, hè? Nou, ik zou zelfs zeggen, motivatie 1, 2 en 3. En dat je dat achter. Stel dat ik eerder overlijd dan mijn geliefde. En dat mijn geliefde dan, behalve verdrietig is, ook blij is dat ze heel veel jaren met mij heeft geleefd. Want ik hoop natuurlijk dat mijn geliefde tot mijn dood bij me blijft. Dan heb je het toch goed gedaan? Joost Zwageman in dat programma. Anton, ik hoop dat Joost Zwageman niet alleen herinnerd zal worden vanwege zijn depressies en zijn zelfmoord, maar toch ook voor zijn bijdrage aan de literatuur. Een enorm oeuvre heeft hij nagelaten. Een hemelbestormer was hij in de Nederlandse literatuur. Ik denk dat het boek Gimmick nog lang gelezen zal worden. Er was een aantal jaar geleden zelfs een soort jubileum vanwege dat het boek zoveel jaar geleden was uitgebracht. Chaos en Rumoer, voor iedereen die bij de radio werkt, een hilarisch herkenbaar boek nog steeds. Hoe zie jij dat eigenlijk? Met dat boek Gimmick heeft hij in 1989 verscheen dat. Dat ging over de kunstenaarswereld in Amsterdam, over Rob Scholten, over Koos Dalstra. Heeft hij een boek van die generatie geschreven. En dat zal altijd blijven. En hij heeft zoveel geschreven. Waar ik nu aan moet denken zijn die 2 dikke delen Americana, waarin hij heel veel kennis heeft neergelegd over de Amerikaanse samenleving, de muziek, de populaire cultuur, maar ook de grote schrijvers. Niet lang geleden in Nooit meer slapen heeft hij nog over een nieuwe biografie over Saul Bellow verteld, die hij dan gelijk na verschijnen van Kaft tot Kaft las. Er is met zijn vertrek zo ongelooflijk veel parate kennis verloren gegaan. Dat is zo zonde. En vooral ook omdat hij begeesterend daarover kon praten
in bijvoorbeeld De Wereld Draait Door. En dat overdroeg. En het plezier van die literatuur wist over te brengen. Het is niet te vatten dat iemand die zo depressief ook kon zijn, daartegenover zo invoelbaar het enthousiasme kon overbrengen. En wat ik me herinner is toen hij Julian Barnes, schrijver van kunstessays, niet zo lang geleden verschenen, besprak, dat hij daarvan zei: het is een boek dat over kunst gaat en dat niet over academische theorieën gaan, maar het is juist zo goed omdat het een boek is en essays zijn van een autodidact, iemand die verhalen weet te vertellen. Zo ging hij ook in die wereld van de beeldende kunst. Hij vertelde verhalen, hij keek goed en dat probeerde hij over te brengen. En het is doodzonde dat hij dat niet meer kan doen en dat we dat zullen moeten missen. De Stilte van het Licht, het boek dat al gedrukt was en klaar lag, dat ongetwijfeld nu overal te koop zal zijn, met zijn essays over schoonheid en onbehagen in de kunst. Dank Anton de Goede voor deze woorden bij het overlijden van Joost Zwageman. Goeienacht. Goeienacht. Schrijver Joost Zwageman maakte zelf een eind aan zijn leven. En een bekende Nederlander die deze stap zet, dat doet alle alarmbellen rinkelen bij 113. De hulpdienst die mensen kunnen bellen in geval van zelfmoordgedachten. Harm van Attenveld is in het hoofdkwartier van 113, tegenover het AMC trouwens in Amsterdam. Harm, is daar inderdaad na Zwagemans dood extra drukte? Ja, dat kun je toch wel zeggen. Er is in ieder geval dubbele bezetting. Er wordt rekening gehouden met een grotere toeloop. En dat merk je dan als je hier achter de computer zit, hè? Ja, dat klopt. Want je ziet dat er gewoon veel meer mensen naar de chat komen. En ook dat de telefoon de hele middag gewoon achter elkaar doorgaat. Van mensen die graag over zelfmoord willen praten. En de chat, dat is ook een kanaal waarover jullie werken? Ja, klopt. Dus als mensen gewoon via de computer dan inloggen, en dan komen ze met een van de vrijwilligers in contact. Jan Mokkerstorm is psychiater en directeur van 113. Goedemiddag. Goedemiddag. We staan hier in een ruimte en dan zien we ook twee afgesloten hokjes. Daar zitten ook mensen te bellen. Wat gebeurt daar? Nou, dat zijn de telefoonlijnen, de crisislijnen via de telefoon. En daar zitten op dit moment twee van onze vrijwilligers mensen in crisis op te vangen. Ik weet niet precies waar het gesprek nu over gaat, maar mensen bellen ons nu veel. Naar aanleiding van het overlijden van de berichtgeving rond Joost Zwageman. En ja, sommigen zeggen: goh, het is voor het eerst echt dat ik durf te praten en kan praten over waar ik mee bezig ben. Ik denk aan zelfmoord, hier ben ik, ik wil hulp. En dat is heel erg goed dat ze dat doen. Toen u gisteravond het nieuws hoorde, wat dacht u toen als eerste? Nou, ik kreeg om te beginnen een enorm brok in mijn keel. En ik merkte dat ik er eigenlijk eerlijk gezegd een beetje boos van was. Verdorie nog aan toe deze man. In tweede instantie ging direct door me heen van: oh, ik hoop maar dat we deze situatie nu zo kunnen belichten. Dat het belang van hulp zoeken, wat er is, dat naar voren komt. En niet dat we weer een keer in de valkuil gaan van denken: kijk, als iemand dood wil, dan doet hij het toch. Want dat is de realiteit absoluut niet. Want hier gaat het over een bekend publiek figuur. Dat hebben we vaker meegemaakt. Anthony Kamerling, ja, een aantal jaren geleden. Ja. Vorig jaar Robbie Williams. Ja. Welk gevaar en welke kans schuilt er in berichtgeving over zo'n zelfdoding? Het gevaar is dat door berichtgeving het een gewoon iets wordt dat mensen zelfmoord plegen. Dat het eigenlijk wel normaal is dat je onder druk van moeilijkheden opeens denkt: nou, ik wil niet meer. En dat het dan eigenlijk ook bijna zo'n, ja, een soort ABC'tje is. Als het te zwaar is, dan stap je uit het leven. Als het normaliseert, of als het op een of andere manier als een soort romantische of een heldendaad wordt afgebeeld, verlaagt dat enorm de drempel. Gelukkig weten we nu sinds een aantal jaren ook dat er een omgekeerde beweging mogelijk is. En dat is wanneer de mensen die het redden, die geen zelfmoord plegen, als die in beeld gebracht worden, dan zijn dat positieve voorbeelden voor anderen die lopen te twijfelen: moet ik het doen, moet ik het niet doen? En die zien dan een positief voorbeeld van: hé, hier is iemand die net als ik zo diep heeft gezeten en die heeft de keuze gedaan voor het leven en niet voor de dood. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen: de meeste mensen, de meeste aandacht gaat natuurlijk naar de mensen die zelfmoord plegen. Dat is allemaal, dat loopt ontzettend in het oog. Maar dat is de absolute minderheid.
Op dit moment zijn er tienduizenden mensen die zijn heel depressief en die hebben een heel zwaar leven en twijfelen daaraan. Maar 99,9% van die mensen die gaat niet verder richting de dood, maar die keert om en die gaat naar hulp en hoop. En die komt hier terecht. Toch zijn er jaarlijks 95.000 mensen in Nederland die een poging wagen. Doen we genoeg in Nederland om dat te voorkomen? Ik vind van niet. Ik vind dat we veel meer kunnen doen. En ik tref daar gelukkig heel veel collega's binnen de geestelijke gezondheidszorg, binnen de gewone gezondheidszorg, huisartsen, maar ook bij scholen, bij sociale diensten. We kunnen meer doen om netwerken te bouwen. En dat zijn we op dit moment ook aan het doen. Er is op dit moment een kentering gaande in ons denken, waarin we eigenlijk ieder voor zich en God voor ons allen deden. Maar nu slaan we de handen in één. En nu maken wij de netwerken. Nu bouwen wij de emotionele vangrails voor Nederland om mensen die uit de bocht dreigen te gaan, om die op tijd, zullen we zeggen, op de weg te houden en op het goede pad te houden. En ik ben ervan overtuigd dat wij echt de komende jaren ongelooflijke mooie en goede daling van het aantal suïcides zullen zien. Ja, want sinds 2007 stijgt het aantal zelfdodingen in Nederland. De laatste cijfers die zijn van 2013. Toen ging het om 1854 mensen dat jaar. Morgen komt het CBS met nieuwe cijfers. Wat verwacht u? Nou, de nieuwe cijfers zijn de cijfers die eigenlijk officieus al bekend zijn. En ik weet dus dat het ongeveer 1850 zal zijn. Dus het is. Dus het is een kentering? Er is geen kentering. Het is 2 jaar op rij een ongelooflijk en historisch hoog aantal suïcides. Het is te vroeg om te spreken van een kentering. Wat mij enorm oplucht is dat het niet nog verder gestegen is. 37% stijging in 7 jaar tijd, dat is ontzettend veel. Nederland is met Griekenland de sterkste stijger van Europa. Dat is echt te verschrikkelijk voor woorden. Maar ik heb er toch goede hoop op dat we uiteindelijk over een aantal jaar kunnen zeggen, ja, inderdaad, 2014, 2015, dat waren de jaren waarin de geweldige daling die we gaan doormaken is begonnen. Maar de laatste woorden van Jan Mokkenstorm, psychiater en directeur van 1 en 3 op de dag, dat we praten over het leven en de dood van Joost Zwageman. Aap van Attenveld bij 1 in 3. De hulpdienst dus die je kunt bellen als je met zelfmoordgedachten rondloopt. Bij 1 in 3. Bij 1 in 3. Stof. Dood is voor ons allen vrij zinloos, want we willen graag heel oud worden en we willen de dood buiten de deur houden. Dat is heel menselijk. Maar wat, hoe zou de kunst eruit zien zonder de dood? Dan zouden de geweldigste kunstwerken niet gemaakt zijn. Hoe zou de kunst eruit zien als er geen angst voor de dood had bestaan? Dus misschien is het zo dat je dankzij de dood of de angst voor de dood ook boven jezelf uit kunt stijgen. Dat je iets kunt maken dat aangrijpender, mooier is dan je zelf had kunnen bedenken. U hoorde Joost Zwageman in gesprek met Kiva Alouche in de kist van februari jongstleden. Het was een schok voor velen toen gisteravond rond 22:30 een nieuwsalert kwam dat Joost Zwageman was overleden. Hij had in zijn woonplaats Haarlem een einde aan zijn leven gemaakt. En we gedenken hem in het komende uur van Kunststof. En dat doen we met goede vriend en collega dichter Pieter Boskma. Met de literatuurcriticus voor Vrij Nederland en ook bevriend met Zwageman Jeroen Vullings, met collega-schrijver Manon Uphoff en met journalist Tom Kellerhuis, die hem heel kort geleden lang sprak voor een interview voor HP De Tijd. Het interview staat geloof ik sinds 6 uur vanavond online. Ja, het staat online op Blendel. Wanneer sprak je hem? Ik sprak hem 5 dagen, heel bizar, 5 dagen geleden. Donderdag thuis bij hem in Haarlem, na lang soebatten. Hij belde me in juni op. En hectisch en enthousiast als hij altijd was. Hij zei, Tom, ik wil een groot interview met je doen. Ik heb veel te vertellen. Ik ben ziek. Ik heb iets. En daar wil ik graag met je over praten. En okay. Keek jij daarvan op? Ik bedoel, gebeurde jullie kennen elkaar al heel erg lang. Belde die je wel vaker van? Ja. Nee, belde me nooit zo vaak. Maar we hadden de laatste tijd wat vaker contact in verband met een akkefietje van een medewerker bij ons, bij HP De Tijd. Interessant om nu te benoemen, nee, ik geloof het niet. Hè? Nee, is niet interessant. Maar we hadden wat vaker contact en hij belde op met dit voornemen. Maar ik zei natuurlijk onmiddellijk, ik zeg Joost, maar er moet wel een aanleiding zijn.
Hè, zoals, zoals het in de journalistiek betaamt. En toen zei hij, nou, die is er, want in september komt mijn nieuwe boek uit. De Stilte van het Licht, wat ironisch genoeg vandaag in het Van Gogh Museum... om 7 uur, hè? Dus om 7 uur, dus om deze tijd feestelijk ten doop gehouden zou worden. Met Oek de Jong erbij. Met Oek de Jong. Die hem ooit ontdekte als schrijver. Ja. Gisteren verschenen. Hij zou bij Opium Radio gisteravond zijn eerste interview geven... naar aanleiding van die bundel, en daar verscheen hij niet. Ja. Hij zei, die aanleiding is er. Dus ik zei, oké, dan gaan we praten. Dan gaan we lang praten. Vervolgens een afspraak gemaakt. Want ik wou dat natuurlijk hebben voor dat dat boek verscheen. Mm-hmm. Omdat we tegenwoordig... HP De Tijd is een maandblad geworden... En, ja, anders kom ik als moster naar een maaltijd. Ja. Dat heb ik ook tegen Joost gezegd. Oh ja, en, is dat een maandblad geworden? Wist je dat niet? Nee, dat wist ik helemaal niet. Woon je nog in Amsterdam, Pieter? Nee, maar dat luister, ga even verder, want een uur lijkt lang te duur, is het niet. Een afspraak gemaakt. En die afspraak werd 11 uur afgezegd. Een volgende afspraak gemaakt, die werd weer afgezegd. En ik kreeg er een beetje genoeg van. Maar Joost kon me duidelijk maken dat het niks te maken had met het feit dat hij dat niet wilde, maar dat het te maken had met de medicijnen die hij slikte. In verband met zijn ziekte. Ja, en die ziekte, je beschrijft het in het verhaal. Ziekte, ja. Een ziekte die ik niet kende. Het is een auto-immuunziekte. Dat is afgelopen kerst gediagnosticeerd. En het is een chronische ziekte, niet te genezen. En het is dezelfde ziekte die de vrouw van Maarten Biesheuvel heeft, Eva. Waarbij je rug dus langzaamaan krom groeit. Maar er zijn veel meer bijnverschijnselen en ernstigere symptomen. En daar had Joost dus last van. Dus ik had eigenlijk alle begrip daarvoor. En ik had het eigenlijk geskipt totdat hij 1,5 week geleden belde en zei... Tom, want ik heb het altijd opengehouden. En hij zei, nou, ik wil graag die herkans zien. Kunnen we donderdagochtend, dan wel vrijdagochtend afspreken? Dus ik heb gezegd, oké, Joost, doe maar. Waarom vond hij het zo belangrijk om dit grote interview van jou te krijgen? Ik heb geen flauw idee. Heb je het hem gevraagd? Nee, ik heb het hem niet gevraagd. Nee. Het zou een goede vraag geweest zijn, nee. Maar ik had eerlijk gezegd verwacht, toen ik daar aankwam voor de deur... zelfs bijna verwacht dat hij niet open zou doen. Hm. Want hij had het al een paar keer afgezegd en... En was hij iemand die regelmatig dingen afzei? Nee, maar hij kon de laatste tijd wel een bepaalde gekte hebben. Ja. Pieter Boskma knikt. Ja, het ging niet goed met Joost. Dat is duidelijk. Hoezo is dat duidelijk? Al jaren niet. Nou ja, goed, ik ken hem heel goed. Al vanaf je 20ste of zo, hè? Je behoorde tot de maximale. Meer dan 30 jaar bevriend. En dankzij Joost, door zijn ongelooflijke loyaliteit als vriend... Heeft zich tussen ons een goede vriendschap ontwikkeld. Dat is echt zijn verdienste, want ik ben daar slecht in. En ik heb wel gemerkt dat het al jarenlang met Joost niet geweldig ging. Zeker toen die scheidingsperikelen zich hebben afgespeeld... wat niet een prettig iets was om te zien... Mm-hmm. Na 30 jaar huwelijk. 20 jaar. 20 jaar huwelijk. En hij was gedwongen door die boedelscheiding om in het zomerhuisje te zitten. In Tuitjenhorn. Mm-hmm. Ja. Wat in de zomer heel prettig was. Vanwege het Noordzeestrand. En de familie die naar de buurt woonde. Maar in de winter een verschrikking voor iemand als Joost. Daarover heeft hij bij mijn weten 1 keer gesproken. In De Wereld Draait Door. En 1 keer met Sarah Berkeljon van Volkskrant Magazine. Nou, ik weet nog wel dat hij in dat tuintje Horen zat en dat die scheiding speelde. En toen zijn er ook wel alarmerende avonden geweest. Ik herinner mij nog een avond dat ik heel lang aan de telefoon heb gezeten... zowel met Joost als met zijn ex, Ariel. Dat enorm uit de hand liep. Daar heb ik toen een beetje in proberen te bemiddelen. Maar toen, dat is denk ik wel 3 jaar geleden of misschien zoiets... Ik herinner me dat ik toen al wel in de startblokken stond. Ik woon in Heilo, wat niet zo gek ver van Tuintje Horen is. Dat ik klaar stond om daar naartoe te gaan. Omdat ik dacht, en ik heb toen ook nog een vriend van mij opgebeld in Bergen. Pieter Bijwaard, beeldend kunstenaar, mm-hmm. Joost ook goed kent. Dat wij klaar stonden om naar Tuintje Horen te gaan. Want ik zei tegen Pieter Bijwaard, dat komt niet goed. Jij was bang? Ik was bang dat hij zichzelf wat aan zou doen. Dus dat is al jaren geleden alweer. En dus
weet je, nu zou je eigenlijk moeten denken van... ja, het zat er wel aan te komen of zo, maar toch zag ik dit niet aankomen. Hij had die gekte soms en soms ook weer niet. Dan was hij weer compleet normaal. Nou, dat is die kwaal die hij had. Dat manisch depressieve. Dus als het depressief was, dan was het heel slecht. Maar zo ken ik Joost al 30 jaar. Hij kon zomaar weglopen in een gesprek en niet meer terugkomen. Hij was dat dramatisch, weet je. Ja. Hij was dramatisch. Dus ook over kleine dingen. Hè? Dus dan een verschrikkelijk verhaal over iets. En dat komt nooit meer goed en zo. En dan na een paar dagen kwam dat toch weer goed. En dat was 30 jaar lang zo. Ik ben daaraan gewend geraakt. Dus ik dacht altijd van ja, het is allemaal wel vreselijk. Maar het komt altijd wel weer goed. En dat was ook zo. Kunnen we hem even zelf laten horen over de depressie waar hij aan leed. En dat vertelt Jan Kiva Alouche, februari jongstleden, in De Kist. Was het maar zo makkelijk dat het een wilsbesluit was om uit een depressie te komen? Iedereen die een depressie heeft, zou onmiddellijk van het wilsbesluit gebruik maken. Dat is het kennelijk niet. Iets anders neemt een wilsbesluit over jou. En dat is een verwoesting in het hart en in het brein. Ja, anders kan ik het niet noemen. En die ravage, er zit een ravage in je hart en in je hoofd. Wat ik zeg, een rare woestenij. En kennelijk zijn er anderen voor nodig om dat steentje voor steentje weer in je hoofd op te bouwen. Want zelf kan je dat niet. Was jij een van die personen die weer steentje voor steentje moest opbouwen? Vroeg die je dat, Pieter Boskma? We hadden contact over alles. We hebben uitgebreid altijd gesproken over alles. Hij was een paar maanden geleden, 3 maanden geleden nog op mijn verjaardag. Een feestje. En toen was hij in goede doen. Hij heeft nog een gedicht voorgelezen. Welk gedicht? Een gedicht wat hij een keer voor mij had geschreven. Ik heb zo weinig tekst. Ik ben dood op eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar ik zag het niet. Ik zag dat toch niet. Ik heb het toch onderschat, weet je wel. Ik hoorde altijd wel die verhalen, maar wat ik net al zei, daarna kwam het altijd wel weer goed en zo, weet je wel. Dus, en dan krijg je dus een houding. Ik krijg dan een houding van, ja, het is allemaal vreselijk, dat zei ik ook tegen hem van. Maar daarna kwam het altijd wel weer goed, weet je wel. Hij had die depressieve periodes, zeker, natuurlijk. Ook daar ga je dan in mee en zo, dit en dat, je doet je best. En daarna kwam altijd weer die uplifting periode. Mm-hmm. Dus dan ging het weer heel goed. Dus dan was het allemaal weer enthousiast en dit en dat en werk en zus en optredens. Dus ik dacht altijd gewoon, het is een soort drama. Het was natuurlijk ook een drama queen, om dat zo bot te zeggen. Maar je krijgt dus als vriend het idee van, ja, het gaat wel even slecht, maar daarna komt altijd wel weer dat goed. Dat was hoe het steeds ging. Het kwam ook altijd weer goed. Tom Kellerhuis, jij sprak hem dus onlangs voor HP De Tijd. En jij hebt het hem ook rechtstreeks gevraagd. En hij zegt letterlijk, zelfdoding is een no-go area voor mij. Zeker na de dood, of dus de dood, de zelfmoordpoging mislukt van zijn vader. Ja. Die ook heel ernstig was. In 89 was in, het. In 89 of 88. Joost zegt zelf 88. 98. 98, sorry. Ja. Ja. Die een dodelijke cocktail slaapmiddelen heeft genomen en daar bleekwater overheen dronk. Dan wil je dus echt, zei Joost. Maar als je het werk bekijkt, en ik geloof dat jullie dat ook kunnen beamen, dan zit die doodsdrift, of die zit er voortdurend, die in. Zit voortdurend in zijn werk. Nou ja, ik dat weet ik niet. Is dat zichzelf uit het leven willen poetsen? Ja. Maar niet in zijn fictie. Nou ja, dat is het gevaar. Dat ook in zijn fictie. Ja? Waar dan? Nou, in zijn poëzie, in ieder geval in de bundel waar ik het meest van hou. En waar, het werk wat ik ook het beste van hem ken. Roeshoofd Hemel. Roeshoofd Hemel. Dat is vond hij zelf ook zijn beste bundel, zei hij tegen mij. Is ook zo. Leg het even uit voor de mensen die de bundel niet kennen. Ik leg het even uit. Het is een oudere bundel. Het is een oudere bundel uit 2005. Hij is ook nog mooi voor me gesigneerd, de Joost. We hadden elkaar in 2004 iets beter leren kennen, omdat ik met Abdelkader Benali en Joost en ikzelf in Slovenië waren uitgenodigd. Dat was vlak na de moord op Theo van Gogh, waar die ontzettend door aangeslagen was, ook helemaal hyper van was.
Ik weet het nog heel goed, omdat we zaten daar in die setting in voormalig Joegoslavië. Mijn man was in Srebrenica. Joost stapt met dat enorme gewicht van die gebeurtenis, van die moord op Theo van Gogh. Voelde zich aan alle kanten ook wel een beetje belast, omdat hij die zomergastengesprekken had gehad met onder andere Ayaan Hirsi Ali. En haar submission toen werd verteld. Ja, en Joost en het vals licht verfilmd heeft. Ja. 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 Waar hij overigens niet tevreden over was. Maar even naar Roeshoofd. Maar toen hebben we elkaar beter leren kennen. En kort daarna verscheen Roeshoofd Hemelt. Wat ik toen gelezen heb. En ik ben niet zo'n zorgvuldige lezer van werk van collega's. Je probeert met je eigen werk bezig te zijn. En ik had inderdaad, net wat Pierre al zei, niet dat grote vermogen tot bewonderen wat Joost had. Maar ik las het 's avonds en ik was er enorm door gegrepen. En deed wat ik, als ik hem niet had ontmoet in Slovenië, ook zeker niet gedurfd zou hebben. Wat ik anders nooit doe. Ik heb hem toen 's nachts gemaild met dat ik het een ongelooflijk mooie, aangrijpende, intense poëziebundel vond. Wat trof jou zo? Wat me erin trof, ik moet Roeshoofd, nou, dat zou je het alter ego van Joost Zwageman kunnen noemen. Die dwaalt tegelijkertijd door een soort kosmisch winkelcentrum, T-Mart, waar werkelijk alles te koop is, van een rughaar van Neptunus tot, nou ja, moet ik even mijn brilletje erbij opzetten. Tot het droesem van veldtocht, tot grote, erg grote uitsterfdieren. Melkwegstelsels van appels die graag blozen. De renaissance, één meuk, mugjes en meer mugjes. Kortom, daar is alles wat was, wat zal zijn en wat nog kan komen. In die T-Mart. Dat is in die T-Mart te verkrijgen. Het banale en het grootste, grandioze. Roeshoofd zwerft daar rond. Er is tegelijkertijd eigenlijk patiënt in een kliniek en hij wordt behandeld. En de gedichten waarin hij wordt behandeld, die zijn eigenlijk, waarin hij dus aan wanen leidt, die zijn heel strak van vorm. En de gedichten waarin hij door dat T-Mart dwaalt, waar eigenlijk de waanzin niet aanwezig is, die zijn juist heel exuberant en weelderig. En het is, ik was daar enorm door gegrepen. En ik ben ook heel blij dat, omdat we zo'n waanzinnige weekend in Slovenië hadden, waarin we achter elkaar hebben doorgepraat in steeds hogere gradaties van dronkenschap, dat ik het ook durfde. Dat ik dacht, nou ga ik het gewoon ook eens zeggen, als een collega echt een voor mij verpletterend werk geschreven heeft. Wil je wat voorlezen van die strakke vorm? Eén ding is van die strakke vorm. En dan later, als het kan, iets van die dit is maar een heel kort stukje. Ontheemding heeft zich naar binnen geplooid. Actieradius is voortaan klein. De wereld is tot één vindplaats gerooid. Rot van de kosmos lekt in je brein. Hoeveel engelen passen op één speld? Geloof je je hoofd als het bederft? Hoeveel duivels houden één ziel bekneld? Ken je de regel waarin je sterft? Ja. En dit is, Roeshoofd Hemelt is uit, dat is uit 2005. 2005, ja. Maar wat eigenlijk nog veel aangrijpender wordt, en noem maar, waar die me werkelijk raakte. Je, in de hele bundel gaat eigenlijk over het inderdaad, hij noemt bipolaire stoornis. Hij noemt het niet willen zijn, het jezelf willen ontmaken. Het wordt hartverscheurend op het moment dat zijn Roeshoofd dan, als ik zijn zeg, dan bedoel ik personage in de gedichten. Als Roeshoofd verdwijnt, sterft, dat lijkt zo. En zijn ouders dwalen door datzelfde T-Mart naar hem op zoek. En dan blijkt hij nooit te hebben bestaan. En dat is een vrij hartverscheurende passage. Maar hij zegt tegelijkertijd, het is een romantische doodsgedachte of wensgedachte. En niet meer te zijn, hè, dat zegt hij. Mm-hmm. Maar het moet niet richting fatalisme gaan. Dus het zit een paradox in. Ja, dat klopt het is een iets enorme helemaal paradox niet. Nee. Dat klopt iets niet. Nee. Misschien wil jij dat gedicht nog wel even voorlezen, Manon. Nou ja, dat is dan niet het moment waarop zijn ouders dwalen, want dat is heel lang. Mm-hmm. Maar het is een stuk ervoor waarin de moeder een rol speelt. Voor de rechter heet het. Moment.
Het heet niet voor de rechter, het heet inlediging. Vlak voor slapen gaan, lieve jongen, komt de adjectieve man. Dus als jij nou even alles bij elkaar veegt, is dat goed. Onder het bed ligt nog een bucolisch en doldriest. En heb je groots en sanguinisch al goeienacht gewenst. Gisteren was hij nog de meester van de blazerssectie. Hij zei veel zingends over je talenten. En als ik straks je linkerwang een nachtkus blaas, mag jij gerust en volgens wetten van de adjectieve man ook dramatisch in bedachtzaamheid jouw tong in wang te rusten doen. Als je maar weet dat mama altijd toe, dat weet je toch, als je dat maar altijd weet en je heus vertrouwen kunt op de adjectieve man. Kijk, hij steekt zijn witte handen op en begrijpt hoe welvoeglijk je in fantoomse dromen bent. Je weet, ik kende je roeze voordat je geboren was, zo helder dat het was. Je mama droeg licht en waterspel en maakte toen ze 6 en jarig was haar dag tot vrijmarkt. En toen op de ochtend na de echte koninginnedag mannen met oranje hesjes aan het straatvuil en het speelgoed ruimden en ergens een onverkochte pop het op een voor de platwals van stadsreiniging onhoorbaar schreeuwen zette. Toen wist een moeder van net 6 jaar oud dat daar is mijn kind. In de rust en ordewagen van de adjectieve dienst ontpopte je dampend tot inroze ziel. Ik zag het aan en keek naar later, zag verbruik van zorgen, zag verre slapeloosheid om wie je nu grofstoffelijk in scheve taal geworden bent. Soms verstuif ik in jouw banvloek tot dochter van mijn zoon. Een zwevende inversie die je diep van horen eilen kent. Achter doempatroon glinst het onherstelbaar ouderschap. Ik zing je binnen in nabije lediging. Slaap zacht, mijn grote vent. Hm. Hoe luister jij naar Pieter Boskma? Nou, met gemengde gevoelens. Ik hoorde het aan. Joost heeft nog niet zo heel lang geleden tegen mij gezegd dat toen we het over literatuur hadden en wat voor schrijvers we dan zijn. Nou, in mijn geval is dat duidelijk. Ik ben gewoon dichter. En hij heeft toen ook een keer tegen mij gezegd, nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, ik zie mijzelf toch vooral als dichter. Oh ja? En daar keek ik enorm van op, eerlijk gezegd. Ik vind dat namelijk niet. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet. Waarom niet? Jij vindt het niet zo goed werk? Dat wil ik niet zeggen, maar Joost is begonnen als romancier. En dat was zijn zwaartepunt. Mm-hmm. Dat wilde hij ook. En dat heeft hij ook gedaan. En dat was ook succesvol in het begin. Een aantal geweldige romans geschreven. En opeens hield dat op. Opeens hield dat op. En dat is al meer dan 10 jaar geleden dat het ophield. Hij weet zelf dat. En hij heeft tegen mij gezegd, op een gegeven moment, een paar maanden geleden, ik zie mijzelf vooral als dichter. En toen heb ik tegen hem gezegd van, weet je dat zeker? En hoe reageerde hij? Want ik vind dat niet. Uh-huh. En dat hebben we het erover gehad. Maar hij is de essayistiek ingegaan daarna. Hij is de essayistiek ingegaan. Kijk, toen dat met die romans. Daar moeten we, daar moeten we het over hebben. Want dat is een belangrijk. Heel belangrijk punt, ja. Waarom heeft hij 10 jaar lang, of nog langer, geen roman meer geschreven? Hij heeft het duel geschreven, nou, he, het boek. Dat is de vloek. Maar dat is de vloek van deze tijd. En ik moet je zeggen, ik moet je bekennen dat ik daar ook wel aan doe. Wij beoordelen schrijvers eigenlijk in deze conjectuur altijd op 1 genre. En dat is de roman. En ik weet dat Joost er ziek, nee, helemaal niet. Het failliete genre. Het genre dat nooit zal sterven. Ik weet dat Joost er ziek van werd. Als er dus geconcludeerd werd, omdat hij geen romans schreef, dat hij last had van een writer's block. En dat kon je heel eenvoudig ontkennen. Als je gewoon naar die immense productiviteit en die energie van hem kijkt. Maar wel een writer's block als romancier. En ik heb nog een punt. Het punt is dat hij zag het zelf als vandaar, hij is een hele andere dichter dan jij. Hij was meer een essayerende dichter. Zijn gedichten, ik las ze altijd als een soort mini-essays ook, waar hij iets te berden bracht. Hij zag het zelf als verhalende vormen. Of het nou essays waren. Zelfs de laatste ontmoeting die ik met hem had zaterdag. Afgelopen zaterdag. In Haarlem. Toen benadrukte hij dat het. Want ik moet er altijd een beetje om lachen. Want ik heb ook wel eens een bundel samengesteld zelf. En dat zijn vaak krantenstukken. En dan zeg je altijd, ja, ze zijn grondig bewerkt. Dat is in de meeste gevallen niet zo. Maar ik merkte bij hem het belang daarvan. En hij gebruikte ook de term, nou, ik weet niet meer precies, maar het kwam erop neer dat hij ze verhalend bewerkt had. Dus, en dat Americana, die enorme twee bakstenen, met al zijn stukken.
stuk over Amerikaanse literatuur. Dat is een soort encyclopedie. Ja, dat keer op keer benadrukte hij daarin de verhalende vorm. Dus ja, ik denk dat hij een heel veelzijdige kunstenaar was. Maar ook iemand die misschien wel geen onderscheid wou maken. En wat jij voorleest, die meer koppigheid, dat vind ik ook echt heel erg mooi. Ja. Maar het is niet dichter. Ik bedoel, je kunt zeggen van een romancier zoals Havid Bouazza, dat is een dichter die ook de grote boog van een roman aan kan. Dat, absoluut, dat zie ik steeds meer met die woorden. Dat zag ik bij Joost niet. Laten we nog even naar Joost Swageman zelf luisteren. Want in 2010 sprak ik hem voor het laatst voor dit programma, voor Kunststof. En dat was naar aanleiding van Duel, het boekenweekgeschenk. En daar ging het ook over het feit dat hij, toen was hij net gestopt, even als columnist. En dat vond hij eigenlijk een zegen. Als je 12 jaar een column schrijft, dan gaat dat toch wel in je bloedbaan zitten. Je kijkt met een bepaalde manier naar de wereld van alle dag. Je leest op een bepaalde manier de krant. En bij alles wat je doet en denkt, weet je toch van, goh, zit er een stukje in. En dat valt in één keer weg. En als dat zo erg in je systeem zit, dan moet je daar wel even van afkicken. Ja, ja. Maar ben je ondertussen ook niet heel tevreden ermee? Omdat het je dwingt, ja, kijk, om eigenlijk toch maar. Ja, het bleek natuurlijk een blessing in disguise. Want mij viel ineens allerlei zeeën van tijd toe. Ik stopte ook met allerlei ander werk voor de krant en voor televisie. En ik ging me helemaal richten op zeg maar, die korte roman die ik nu gemaakt heb. Ja. En dat is natuurlijk ook eigenlijk, ja, ik heb het nooit durven toegeven. Maar waarom stopt je trouwens ook met het andere dan? Want je zegt in eerste instantie vond ik het naar dat ik niet meer doorging bij de NRC. Nou, want Het is wat naar om toe, of het is wat misschien. Ik geef het met tegenzin toe, maar iemand als Connie Palme heeft gelijk als ze zegt, een romanschrijver moet zeeën van tijd hebben. Je moet iedere dag moet als een lege woestijn zich voor je uitstrekken. Ja, dat denk ik. Wat moeten we hiervan denken? Dat is natuurlijk. Ik heb 20 jaar lang tegen Joost gezegd. Wacht even, Pieter Bosma. 10, 15 jaar minstens. Toen het over dit soort dingen ging, dat hij zei: ik heb geen tijd. Ik moet 5 monden voeden. Dat is natuurlijk ook zo, hij had een gezin. Ik zei altijd tegen hem: Joost, hou nou eens op met al die stukjes. Selecteer daarin. Gooi de boel eruit die niet goed betaalt of die niet interessant is. Hou een paar dingen over, want je moet ook leven. Dat snap ik ook wel. Maar maak nou eens tijd. Jij vond dat hij die zeeën van tijd moest gaan creëren. Hij moest tijd maken. Ik zei altijd tegen hem van, als jij al die stukjes schrijft en constant overal op zit te treden, weet je wel. Mm-hmm. Ja, ik word een beetje emotioneel. Dat is maar anders. Maar hij beschouwde zichzelf. Maar laat maar even gaan. Maak het eens op. Als je dat doet, dat gaat allemaal af van je tijd en van je creatieve energie, man. Maar dan misken je de aard van zijn schrijverschap. Ja, ik zie hem als iemand die een reagerend schrijverschap. Nee, maar hij wou dat wel, Jeroen. Hij wou die grote. Ja, maar er zit een discrepantie. Want in datzelfde interview zei hij ook: ik ben heel erg trots, als ik 84 word, zei hij erbij, op die 3 bundels. Die liggen daar nu toevallig niet. Maar dat ging om essay-bundels. Mm-hmm. Waar die heel erg trots op was. Dat was het werk wat voor hem ertoe deed. Maar zelfs als je kijkt naar zijn fictie, dan is het gimmick, dat was eigenlijk zijn reactie op dat milieu van Rob Scholten. Het kookmilieu, het kunstenaarsmilieu. Wat was het? Chaos en rumoer. Hij heeft korte tijd bij de radio gewerkt. Dat zit er allemaal in. De Buitenvrouw is mijn raadsel. Vind ik ook eigenlijk zijn beste roman, waar dat dan een reactie op is. Misschien iets dat hij dan kende uit zijn Noord-Hollandse achtergrond. Dat kan natuurlijk ook. Maar die stukjes hebben hem natuurlijk ook zo ongelooflijk erudiet gemaakt. Ik heb die laatste bundel met kunststukken gelezen. En dan denk ik, ja, dat lijkt niets meer op. Ja, hij was altijd zo annexerend in het begin toen hij die stukken schreef. Altijd van die lange lappen. Maar dit is echt heel erg mooi werk. Je hebt het nu over de stilte van het licht. Ja. De bundel die dus vandaag is verschenen. En over iets wat jullie net zeiden, dat doodsverlangen. Ik vind het maakt me altijd een beetje onbehagelijk. Hè? Want je gaat dan vanuit je kennis van het latere lot van de schrijver, ga je hierna interpreteren. Ja. En ga je zeggen, die Marsman die schreef zoveel over water en verdrinken, hij is ook verdronken. Maar ik denk wel dat het een beetje daartussenin zit. Er is een soort onderstroom waar schrijvers als bijzondere mensen en dichters toch een soort vat op hebben, irrationeel vat. En ik heb die laatste bundel over kunst, heb ik toch gelezen als zijn onderstroom die uiteindelijk van hem gewonnen heeft. De laatste afdeling is helemaal gewijd aan verdwijnen, er niet meer zijn. Dat is eigenlijk doodsverlangen. Je bedoelt nu
gloeide. De stilte van het licht. Ja, een prachtige bundel. En daar heeft hij jou ook op gewezen, toch? Ja, Pieter zei in het begin van het gesprek, ik zag het niet. Ik heb ook een stukje geschreven waarin ik die laatste ontmoeting beschrijf. En als een soort staccato iets, een refrein, zeg ik voortdurend, ik zag het niet. Hij had er goede zin in afgelopen zaterdag. Ja, maar hij wees mij inderdaad op dat essay. En ik dacht, nou leuk, hij wees mij op een essay van een aantal schrijvers die nou over verdwijnen schreven. Mm-hmm. Hij deed het ook met een milde glimlach. Dat zeg je nou allemaal achteraf. Ik vind het een beetje goedkoop dat ik het nu zo benoem. Maar tegelijkertijd, ik denk inderdaad dat dit iets was waar hij al heel lang mee bezig was. Dat stond haaks op alle afspraken voor de toekomst die hij maakte. Ja, dat is een enorm tweegevecht geweest. Ja. Maar ik denk inderdaad ook dat wat jij benoemt als die onderstroom, dat hij daar zelf ook enorm met ironie en distantie dat ook weer beschouwde. In dat boek zegt hij eigenlijk dat het zowel zijn tederste droom is, ik citeer hem, als zijn verschrikkelijkste nachtmerrie. Ja. Dat is dan eigenlijk dat verlangen er niet te zijn, dat verdwijnen. En ik denk dat die verscheurdheid dan, maar... Precies, dit komt eigenlijk uit wat iedereen hier zegt zo naar voren. Wat Tom zei, van dat je daar zo zit en dat je het idee hebt van berusting. Die had tijdens jouw mooie interview. Nou, maar dat is pas van de laatste weken. Hè? Maar wat was dat voor berusting? Weken. Beschrijf die berusting eens. Want... Nou, ik merkte aan hem, ik heb hem 2 weken geleden ongeveer nog aan de telefoon gehad. En toen merkte ik aan hem een rustiger, mildere toon. Ik ken Joost als enthousiast, een beetje hyper, weet je wel. Hyper. Dus heel hyper. Met een enorm tempo. Enorme energie. En dat was weg. Ja. Hij was rustig, hij was kalm, hij was begaan met anderen. Hij informeerde naar het welzijn van anderen. Hij reageerde op je mails met hele korte reacties. Als ik aan hem vroeg, de afgelopen 2 weken in mails... na dat gesprek dus, toen ik al voelde van er is iets aan de hand. Er is iets veranderd. Dat heb ik heel duidelijk gevoeld. Maar niet uitgesproken. Ja, maar hoe kort is dat? Ja. Dat is 2 weken, godverdomme. 2 weken. En ik merkte gewoon aan hem toen ik hem mailde nog de afgelopen week... en de afgelopen dagen. Hij reageerde anders. Hij reageerde veel korter. Hij reageerde veel ingetogener. Hij ging niet in op vragen van hoe gaat het nou met je? En ik zei tegen mijn vriendin al de hele week... ik weet het niet. Oh ja? Er is wat aan de hand. Maar weet dat, je wel? Mijn vriendin zei ook tegen mij gisteren nog van... jij rook argwaan. Ja. Of je rook onraad. Ja. En dat was ook zo. Er was iets veranderd. Er was een rust over hem gekomen die ik niet van hem kende. Kun je op 2 manieren naar kijken. Je kan 2 dingen zeggen. Dat wil ik dan even nu zeggen. 1 is, de medicatie is veranderd. Het kan iemand veranderen. Ja. Of iemand heeft een hele belangrijke beslissing genomen. En dat maakt je ook rustig. Nu ben ik geneigd om dat laatste te denken. En dat wil ik niet denken. Maar ik heb wel de neiging om dat te denken. Er was duidelijk iets veranderd in Joost. Ik ken hem godverdomme 35 jaar. Was de medicatie veranderd, weet je dat? Ja, ik denk het wel. Maar ik geloof toch niet dat het daaraan ligt. Ik weet niet, er was iets veranderd. Het was net of die... We hebben onlangs Rogier Wieg begraven. Daar heeft Joost zich verschrikkelijk druk over gemaakt. Dat was een hele goede vriend van hem. Hij heeft zich enorm verzet tegen die euthanasiewens van Rogier. Iedereen. Die jarenlang kampte met psychische problemen. Ja, tuurlijk. En ik heb ook toen tegen Joost gezegd van... luister, die man is op. Klaar. Laat het nou maar. Laat het rusten, Joost. Maar hij kon het niet laten rusten. Waarom niet? Hij ging op een gegeven moment naar Terschelling op vakantie. En hij heeft de hele week alleen maar aan de mail gezeten en aan het sms. Dus dat heeft hem ook geraakt, denk ik. Maar de afgelopen weken was er echt duidelijk iets veranderd. Er was iets veranderd en daar maakte ik me ook ongerust over. Maar ik dacht, hij maakt zich zorgen over... het gaat niet goed genoeg, misschien moet ik wel zwaardere behandeling ondergaan of zo. Mm-hmm. Weet je wel, dat dacht ik. Ik heb nog een paar dagen geleden, nam hij niet op, nog gemaild. En dan ging hij na een paar dagen wel in op die mail. Maar hij ging niet in op de vraag, hoe gaat het nou eigenlijk? Mm. Werkt die medicatie een beetje, dit en dat, weet je wel? Daar ging hij niet op in. Zo ken ik Joost niet. De afgelopen 2 weken, wat ik van Joost heb gehoord, zo ken ik hem niet. Dus er was iets veranderd. En nu denk ik gewoon,
Ja, hij gaf het op. Hij had een besluit genomen. Hij had het hoofd laten hangen. Hij heeft het besluit genomen. Dat denk ik nu. Maar ja, ik weet het niet. En we kunnen er al eeuwig naar blijven raden. Maar het feit dat hij Tom Kellerhuizen belt... Maar maak het niet belt... te gemakkelijk, weet je nee, wel. Dat wil het ik was ook. Een heel gecompliceerd ja. verhaal... wat hij echt niet waarvan de van de laatste van tijd speelt. Vaststond. Dat speelt ja. al van... Het had eeuwig. Ook nog een, het had ook nog een half jaar kunnen duren misschien. Wat zeg je? Het had ook nog een half jaar kunnen duren. Tom Kellerhuis. Of het had, was misschien eerder gebeurd. Maar misschien het feit dat hij jou belt met de vraag... ik wil een groot interview. Wijst dat ergens? Dat was in juni. Dat was in juni. Nee, ik wil graag dat je me groot interviewt. Ik wil graag praten over een aantal dingen. Zijn gezin werd bedreigd. Ook door dingen die hij gezegd had in de pers. Ja, dat is allemaal betrekkelijk. Maar dat is kijk, allemaal dat betrekkelijk. Is dat dramaverhaal. Ja. Het is heel moeilijk als iemand psychische problemen heeft... wat bij Joost natuurlijk ook het geval was. Ik kan niet in iemands hoofd kijken. Mm-hmm. En als iemand redelijk dramatisch is, zoals wij dat allemaal zijn... laten we wel wezen. Tom, jij bent ook zo. Jeroen, waarom zou je anders Manon, in de kunsten terecht zijn? Ik ben ook zo. Maar ik ken Joost godverdomme 35 jaar. En het was altijd zo. Er waren altijd dramatische dingen aan de hand, weet je wel. Mm. En maar na afloop... Dat viel altijd wel weer mee. Het maar zo stellig weer goed. Als hij is tegen Tom Kellerhuis in dat interview. Het is een no-go area. Dat heeft hij niet alleen tegen jou gezegd, ook tegen anderen. Hij wil dat het een no-go area is. Hij wil het niet horen. Zoals die Rogie Wiecht er ook van af wilde houden. Omdat hij het Rogie Wiecht trouwens ook ooit beloofd had. Hè? Rogie Wiecht had Joost ooit wil gevraagd... niet verliezen. Joost wil dat winnen. En dat vind ik ook wel een mooi trekje in literaire zin. Maar in privézin heb ik ook toen tegen Joost gezegd, laat het los. Laat Rogie nou maar gaan. Maar is dat puur en alleen winnen? Of is dat gewoon niet kunnen tolereren, accepteren van jezelf... dat die wens ongelooflijk krachtig aanwezig is? Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk hij is dat wijst zo. Dat moreel af. Ik heb een hele tijd geleden in De Wereld Draait Door... Sprak hij over zijn depressie. En toen viel wat mij toen wel opviel, zonder ook nog maar... iets van idee te kunnen hebben van hoe ernstig het verder was... is dat hij wel ongelooflijk de sokken erin zette... om zo snel mogelijk daar weer overheen te stappen. Van dat was helemaal afgerond, helemaal afgesloten... en daar had hij niets meer mee te maken. Ik baal ervan dat ik niet feller erop heb gezeten, zeg maar. Weet je wel, want je denkt dan altijd, ben ik tekortgeschoten en zo... en ongetwijfeld is dat zo, weet je wel... Maar iemand die mij... Ik ben de hele dag aan de fucking telefoon gezeten. En ik heb ook allerlei mensen gesproken die dezelfde depressieve tendensen hebben of kwalen hebben. En die verzekeren mij allemaal, het maakt niet uit. Je kan nog 100 keer zoveel bellen. Daar gaat het niet om. Nee. Het gaat ook niet om die liefde. Dat heeft zelfs... Nou ja, dat ga ik nou niet zeggen. Maar goed, ik bedoel, weet je wel... daar gaat het niet om. Het gaat niet meer om die invloeden van buitenaf. De beslissing is genomen. Ja, dat is interne zaak. Het is een interne zaak. Daar kan je niet bij komen. Ik bedoel, als wij er al niet bij kunnen komen... en andere goede vrienden... wie kan daar dan wel bij komen? Je kan daar niet bij komen. En het eerste wat je denkt als je zoiets hoort... ik had het in ieder geval wel... van godverdomme... Heb jij er ooit met hem over gesproken, Jeroen Vulling? Nee, en dat heeft als reden dat iemand die zo ter tale is en zo energiek is... Mm-hmm. Dat ondanks het feit dat hij daar zoveel en zo duidelijk over gesproken had... over depressiviteit en wat zijn vader had beleefd... hoe dat doorwerkt, hoe hij daar zelf door beschadigd was... dat je dan toch een beetje kijkt naar wat hij doet en wat hij rondkrijgt. Dus als iemand nou gaat steunen en het niet meer weet... maar hij was ook niet zo'n man. Hij was open en geïnteresseerd. Nee, hij was niet open. Ik vond hem heel open. Ik vond hem ook heel onbevooroordeeld als het gaat om literatuur. Hè. Het was echt iemand die ook mindere schrijvers volstrekt serieus bejegende... en tot zich nam, zeg maar, bijna, om het Reviaans te zeggen. Maar in ieder geval, ik heb me dus vergist in hoe hij zich gedroeg. En ik denk dat heel veel mensen dat gedaan hebben. Als je zo over zo'n ziekte, want dat is zelfmoord... of die neiging tot zelfmoord, kunt praten... dan denk je, hij heeft het nog wel redelijk onder controle. Ja, hij heeft het helemaal in kaart gebracht. Hoe het zit, of het geregisseerd is... Hij heeft er studies naar verricht. Ja, maar, hij heeft een meter boek over... Maar wij kunnen er niet intreden wat er gebeurd is. Dat heeft ook niet zoveel zin. Achteraf durf ik nu te zeggen, eigenlijk, hoor.
Die conclusie durf ik wel te trekken. Dat hij mij, hij heeft mij gebruikt. Nee, dat niet. Om, nou ja, in de zin, in een positieve zin. Nou, dat zin, vroeg ik je eigenlijk net. Zo voelde het wel. Om nou ja, voor de laatste keer zijn verhaal te doen. Ik vond het heel mooi dat jij dat zei. Dat hij krijgt ook een, er zijn ook een paar afrekeningen in dat interview. En ja, dat kwam terloops en heel natuurlijk ter sprake. Zoals? De afrekening met zijn oude uitgever, Ronald Dietz. Ja. Die hij toch klop geeft. Maar op een vriendelijke, lieve manier. Maar dat hoort weer eigenlijk niet bij sereniteit, hè? Eigenlijk. En ik bedoel, die zaterdag zag ik hem... Sereen is wel het laatste woord. Jullie hebben het zelf erover dat hij rustiger was. Dat hij milder, weet ik wat. Ja, maar dat komt, maar ik zag hem die zaterdag, ik zag hem zaterdag toekomstgerichte afspraken maken. Dus, maar niet echt. Ik heb net nog sms'jes gezien... Ja, die ook toekomstgerichte afspraken bevatten. Maar ik ken Joost en ik zie dat het is niet... echt. Wat is dan maar echt? Wat is dan niet echt? Wat, nou, wat bedoel je ziet dan? Dat, ik zie daaraan dat die afspraken waar hij het dan over heeft... dat die niet door zullen gaan. Waar zie je dat aan? Nou, dat zie je gewoon aan de toon. Ja. Maar in ieder geval ook dat... Het is ook... Ik bedoel, een mens bestaat natuurlijk uit verschillende mensen. Jij hebt een heel andere Joost gekend dan Jeroen. Maar Tom zei het ook voor mij vanmiddag toen we elkaar tegenkwamen... op weg naar die memorial bijeenkomst daar bij de AP... waar we net vandaan kwamen. Mm-hmm. Toen kwamen we elkaar tegen op het Spui. En toen vroeg ik ook aan Tom... dus denkend aan die veel mildere, rustiger toon. Dat heb ik niet gezegd tegen Tom, maar ik vroeg alleen maar... hoe vond je hem? En toen zei Tom precies hetzelfde. Mm-hmm. Hij is veel rustiger, hij is veel kalmer. En dat was voor mij een bevestiging. Ja, dat ik dacht van, ja, hier is al een gedachtegang aan vooraf gegaan. Tom zei van, het lijkt bijna een geanceneerde of georchestreerd afscheid. Ja. Nou ja, dat zou je wel denken als je zijn laatste bundel leest. Dat is het enige grote argument. Ik ben heel benieuwd naar dit boek, De Stilte van het Licht. Hij heeft dat boek ook in de agenda geschreven, zei hij letterlijk tegen. Wat zei hij? Ik denk dat het hierin staat. Die stukken in de Volkskrant, De Wereld Draait Door... dat heeft hij met een verborgen agenda gemaakt. Hier staat het in. Hier staat het denk ik in. Dit is die afscheidsbrief. Ja. Hier moet in te lezen zijn. De titel alleen al, De Stilte van het Licht. Wil je gaat naar het licht en daar is de stilte. Ik bedoel, dat is toch een doodsverlangen gewoon. En een gedicht van Kouwenaar, kun je dat even voorlezen? Twee regels waar... Ik heb het boek niet gelezen. Nee, maar sla maar even op. Ik heb hem hier niet. Ik dacht dat de eerste regels. Dus oh, dit is Kouwenaar. Ja, maar hij sluit af met Kampert. Ook ja, mooi. Oké. Okay. Maar dan krijgt het allemaal... als je zegt van dat ook het interview, dat was in zekere zin een ja, dat heeft hij afgedongen of was georchestreerd. Dan krijgt het allemaal wel iets heel erg. Ja, maar we zitten nu vers in dit hele verhaal. Wat moet ik ervan denken? Ik ken die man zo lang. Ik heb er zo lang mee gepraat over alles. Wat moet je ervan denken? Zou die ertoe in staat zijn, Pieter, om dit te orchestreren? Ja. Ja? Ja, denk het wel. Denk het wel. Dat zeg je met... Dat is een hele intelligente man. Hij weet toch wat hij doet? Hij weet donders goed wat hij doet. Alleen dat laatste moment... Ik ben alleen maar vanaf gisteravond, 8:00 dat ik het hoorde... moet ik alleen maar denken aan dat laatste moment. Ik kreeg een smsje net van iemand die me ook zeer dierbaar is. En die stuurde me net, nu na afloop. Maar die zei, Joost heeft het zeer fijn gevonden, het gesprek met jou. Als je zoiets zegt al tegen iemand... dat duidt toch ook al op een soort afscheid... Ja, hij wou dat kwijt. Hij wou het duidelijk maken. Hij heeft het fijn gevonden. Dat zeg je toch niet na afloop van een interview? Nou, het kan, als het een goed interview is. Ja, maar dan zeg je dat tegen mij. Ja, en niet tegen een ander. Jeroen Vullings, zaterdag zag jij hem dus. En, ja. En je beschrijft ook in memoriam dat hij... nog een afspraak maakte om zijn... Ja, om te gaan eten met z'n vieren. En hij maakte die afspraak maakte hij met mij, dus met partners erbij. Dat deed hij niet op die receptie. Het was waar we elkaar zagen, dat was een presentatie van een bibliophile uitgave. Van Snitker? Ja, 4 etsen van Snitker. En een brief van hem. Mooi. Maar die avond kreeg ik om 11:45 s'avonds kreeg ik een mailtje. En daarin een hele goed geluimde mail. Dat was zoiets van, nou, het was hartstikke leuk dat jullie waren. En zullen we gaan eten?
Ik geloof waarschijnlijk. Wij hadden gemeen dat wij 's nachts mailden. Dat vond ik ook altijd heel plezierig. Ik zit dan meestal, beken ik maar, zit ik nog heel lang aan stukken. En dan was er altijd een biepje. En dat was altijd de mail van Joost Zwageman. We hebben dat ook wel eens uitgesproken. Vonden we heel leuk. Want we beseften allebei, we hebben waarschijnlijk allebei gehoord, wat voor krankzinnige indruk dat op anderen maakt. Ik geloof dat de eindredactie bij Vrij Nederland zich altijd wel zorgen maakt dat er dan weer 's nachts een stuk van binnenkwam. Maar ja, soms loopt het zo. Dan is het klaar. En Joost was dan kennelijk ook met iets bezig. Dat zei eigenlijk allemaal niets. Dus waarschijnlijk heb ik hem 's nachts teruggemaild. In ieder geval de volgende ochtend stuurde hij me een mailtje waarin dat gepreciseerd werd. Ik neem het natuurlijk kwalijk dat ik daar niet meteen op geantwoord heb. Ik heb daar eigenlijk op de dag dat hij stierf, die ochtend, heb ik pas geantwoord. Om het helemaal te bevestigen. Maar het was niet alleen mijn afspraak. Er was ook een beeldhouwster. Die had zijn hoofd gemaakt in klei. Die heeft eerder Ella Hazen, Ellen Wolf heet ze. Ella Hazen en Moelisch en Willem I en Willem-Alexander. Dus iemand van naam. En Joost, was dat haar initiatief of het zijne? Ja, dat was haar initiatief. Ze maakt zo'n een kop en vervolgens gaat ze de wereld ermee in. En ik wist ervan, ik had er vlak daarvoor gesproken. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd hoe Joost dat vindt. Maar bij Joost wist ik ook altijd wel dat hij toch ook altijd wel dacht aan zijn positie in de letteren. En dat vond hij heel leuk. Hij ging erop toasten met witte wijn. Er werd een afspraak gemaakt voor een atelierbezoek. Ik heb net aan haar gevraagd voor de uitzending wat ze nu gaat doen. Ze gaat het afmaken, omdat ze zo onder de indruk was van zijn enthousiasme. Dus dat beeld komt er gewoon, godzijdank. Maar ja, dat staat weer haaks op dit alles. Terwijl ik tegelijkertijd zo ook wel mee kan voelen met dat het geregisseerd was. Maar daarom, mijn stelling is van, dat weten we niet. Hij was net overgestapt naar een nieuwe uitgever. Ja, tuurlijk. Ja. Hij was overgestapt naar ons team. Ja. Maar alles komt samen als je gewoon accepteert dat het is gewoon een ziektebeeld. Ja, maar hij had twee nieuwe romans in het hoofd. Hij heeft me uitgebreid verteld waar die eerste. Precies, daar wil ik het nog even over hebben. 2017 zou bij Hollands Diep Robert Ammerlaan zijn nieuwe roman verschijnen. Dus die heeft krankzinnig. Weten jullie daar iets van? Het eerste boek. Ja, hij heeft het mij verteld. Ja. Alleen was het na het interview en met behoorlijk wat drank. Ja. Maar het gaat over een, in ieder geval de huisarts. Een tijdje horen, die ook zelfmoord heeft gepleegd. Die ook zelfmoord heeft gepleegd. Dat heeft hij me helemaal verteld, dat verhaal. Ja. Jij wist daar ook van, Pieter, want jij was daar dan tevreden over. Hij was bezig met diverse ideeën. Hij wou ook een boek schrijven waarin hij afrekent met alles en iedereen. Maar hij had, meen ik, een three-book deal. Hij wou fulmineren tegen wat allemaal slecht en waardeloos was in de wereld. Nee, maar ik geloof zelfs dat hij een three-book deal had. Of iets dergelijks. In ieder geval komt het erop neer dat er 2 ton betaald is voor een persbericht. Hij zei, je moet wel wat te bieden hebben als je overstapt naar een andere uitgeverij. Want hij heeft het allemaal nog niet over gehad, over het overnemen van mijn backlist. Maar goed, dat zei zo. De ramp is eigenlijk dat het boek niet verschijnt. Ja. Nou, er is een gedichtbundel, dat heeft hij wel verteld. In dezelfde Roes-achtige koorts geschreven als Roeshoofd. En ik denk dat die gedichten voor Roos zijn. Die zijn geschreven. En hij zei tegen mij, meld maar dat het eerste boek dat uit zou komen in 2017... nu al gaat verschijnen in januari 2016. Dus die gedichten zijn er? Dat wordt een dichtbundel. Ja, en dat is het wel. Precies waarmee die essaybundel besluit eigenlijk. Met het verlangen om alleen nog maar in je werk aanwezig te zijn. Maar niet meer op aarde. Dat is waar die mee afsluit. Ja. Dat is sinister als je het leest, hoor, nu. Met de kennis van nu. Het is ontzettend. Het laat zich echt lezen. Bevestig jij dat? Wat Pieter Bosma net zei. Dit zou zijn afscheidsbrief kunnen zijn. Ja, maar waarschijnlijk. Het enige waar ik nou nooit zo goed mee kan. Is op een irrationele manier. Waar wij niks van kunnen begrijpen. Nou, je moet goed lezen. Ik ben benieuwd wat hierin staat. Het is heel moeilijk te begrijpen. Was er een afscheidsbrief trouwens, Pieter? Dat weet ik niet. Ik heb gehoord van niet. Hij heeft ook geen afscheid genomen van zijn geliefde. Nee, dat is erg pijnlijk. En dat is heel pijnlijk. En zo onbegrijpelijk, omdat hij in een aantal heel belangrijke interviews dat de hele tijd benadrukte. Van, ik zou dat nooit doen, want deze kinderen. En hoe die sprak over de zelfmoordpoging van zijn vader. Hoe hem dat geraakt heeft, hoe het schuldgevoel. Dit was niet de bedoeling, heeft zijn vader gezegd toen hij wakker werd. Mm-hmm. En toen heeft Joost nog gedacht, denk nou niet eerst aan ons. Denk vooral aan jezelf. Het was niet de bedoeling dat hij nog leeft. Wakker zou worden in dat ziekenhuis. Ja, dat is gruwelijk natuurlijk. Ja. Ja. Het heeft ook volgens Joost lang geduurd voordat hij weer onder ons was, zoals hij zei. Hij heeft trouwens toen hij 50 was, dus een jaar geleden, zijn archief ook overgedaan aan het Letterkundig Museum. Nog een teken. Ja.
Ja, een teken. Achteraf weer. Achteraf, ja. 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 Nou, hoe vreemd werd dat gevonden, dat hij dat deed op zijn 50? Nou ja, dat niet. Werd even vreemd niet? Gevonden. Nee, nou, niet. Het nee, werd even vreemd niet. Gevonden als dat... Joost hield ook altijd goed in de gaten welke schrijver van zijn uitgever een feest kreeg aangeboden als hij 40 of 50 werd. En bij Joost is er volgens mij geen decennium voorbij gegaan of het wel weer groots werd het gevierd. Ja. Ik kan me herinneren, 40, Joost Zwageman wordt 40. Dan kwam er een boek uit. Ja, ja. Dat heb ik ook nog een gedicht. Dat was ook wel leuk, natuurlijk, hoor. Ja. Nog een gedicht voor geschreven. Ja. Hadden wij maar. Hadden wij niet onze haren geknipt of verloren? Nee, het was in die zin vriendelijkste ook niet idealen. Nee, schone idealen in het vriendelijkste vet gezet. De vriezerbars. Een beetje een afscheid van die maximale, weet je wel. Het was in die zin ook niet raar, want hij had ook gewoon een enorme bewaardrift. Ja. Nou ja, hij stond ook helemaal vol met boeken. Dan ben ik benieuwd, Pieter, wat jij van dit boek vindt. Want, ik ben heel benieuwd. Ik ga dit heel regel voor regel met de grootste aandacht lezen. In Vrij Nederland heeft Karel Peters dit gezien als een afscheid van de maximale en een soort bekering tot het minimalisme. Ik heb gehoord vandaag via de mail dat Karel Peters daar inderdaad een recensie over heeft geschreven. Een nogal zurige recensie. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben buitengewoon benieuwd. Ik ga dit regel voor regel lezen. Want ik beschouw dit als zijn afscheidsbrief. De titel alleen al, De stilte van het licht, dat past natuurlijk helemaal in dat verhaal. Dus ik ben buitengewoon benieuwd. Maar op zich is er natuurlijk niks mis mee als kunstenaars stilte verbeelden. Hij was trouwens ook bezig met een dichtbundel. Ja. Hoe gaan we hem gedenken? Want Manon Uphoff, heb ik nou goed begrepen dat jij hem vooral als dichter waardeerde? Ik waardeerde ook zijn romans. Mm-hmm. Maar ik heb lang niet al zijn werk gelezen. Nou zegt dat heel weinig. Omdat, wat ik al zei, als je zelf schrijft, lang niet altijd aan toekomt. Maar wat ik waardeerde, buiten zijn werk en buiten zijn poëzie, die ik dus inderdaad hoog waardeerde, was inderdaad dat vermogen om... om anderen te bewonderen en dat enthousiast uit te dragen. Hij heeft mij aan het lezen van Koolhaas gekregen. En, Koolhaas? Anton Koolhaas, de dierendichter. Ja. Vergeet het. Oh, jij, joh. Schitterend verhaal. Ik heb nooit geweten dat Joost daarvan hield. Nou, hij heeft een prachtig... Past eigenlijk helemaal niet bij hem. Prachtig verhaal opgenomen toen in die bloemlezing. En werkelijk schitterend. Maar ik bewonderde en werd ook echt enthousiast van zijn vermogen om enthousiast over anderen te schrijven en te vertellen. En ik heb daar nooit het idee bij gehad. Dat is wat je soms wel eens hebt. Dat is een beetje likken naar boven en trappen naar beneden. Mm-hmm. Had altijd het idee dat hij serieus en oprecht geïnteresseerd was. En dat daar geen jaloezie of neerbuigendheid in zat. En dat is ook een talent. Klopt. Hij werd ook steeds eruditer. En daarom vond ik dat bewonderen. Want in het begin dacht ik wel eens van dat is bijna Bono Fox, die ook altijd de muziekgeschiedenis annexeert. Maar het werd echt wel, was zeer ter zakenkundig. En kon je, zeker met die kunst, kon je echt je ogen openen. Maar ik denk maar wat ook ik over de literatuur, hoor. Wat ik het meest van hem zal missen is eigenlijk, je ziet nu bij heel veel schrijvers van vandaag de dag dat ze alleen maar bekommerd zijn om hun nering. En dat ze liefst geen mening hebben of de mening van zoveel mogelijk van hun lezers. Precies. En Joost, en dat zal worden weggepoetst in de MMO. Zeg je dat wel eens in een artikel, Jeroen? Heb ik allemaal opgeschreven. Wacht even. Joost zal, denk ik, dat zal niet veel aan bod komen in alle stukken waar de kranten mee bezaaid zullen worden. Joost heeft heel erg moedig stelling genomen in dat integratiedebat. Integratiedebat? Ja, hij heeft het voor de vrijheid opgenomen, voor de rechten van homo's, van ongelovigen. Hij heeft tegen die religieuze conservatieven zich uitgesproken. Ja, jij reageert ook alweer zo van, zo. Dat willen veel mensen niet horen. En dat heeft hij wel gedaan. En hij wilde de Marokkaanse jongen in West wilde weer heel graag de literatuur. Ja, maar hij is een van de weinigen die dat dorst te doen. En dat zal ik enorm missen. Ja. Ja. Hoe zul jij hem missen, Pieter? Ja, als vriend. Als degene die meteen opbelde of mailde. Als er iets aan de hand was met mijn werk. Mm-hmm. Dus weet je wel, dus als een loyale vriend. Van God, het laatste mailtje wat ik van hem heb. Dat gaat erover. Dat hij zegt. Wat goed. Dat je voor de vierde keer op de Nacht van de Poëzie staat.
Ja, hij kon enorm bewonderen. Laten we niet vergeten dat Joost Zwageman ook een enorm grote stylist is. Ik vind ook eigenlijk dat hij geweldig schrijft. Mm-hmm. Zo vaardig, zo knap, zo snel, zo'n enorme vaart. Ik begreep van mijn dochter dat het vandaag in de klas ging over hoe belangrijk je was. En, en dat er, er is niks op tegen dat je had. Radioprogramma zit hier en, op de jankerman. Ja. Maar ik denk inderdaad dat, dat zijn romans nu een extra aandacht verdienen. En dat die weer teruggehaald moet worden. En dat iedereen De Stilte van het Licht gaat lezen. We sluiten af met Joost Zwageman zelf. Voor alles. Voor alles altijd bang geweest. Hoog in de keel en onverdroten. Stupiditeit alom. Voor alles altijd bang geweest. Maar niet voor jou. Nee, niet voor jou. Wie is die jij dan? Misschien wel de dood zelf. Dat ik heb geleerd om daar niet bang voor te zijn. Ik weet het niet. Soms begrijp ik mijn eigen gedichten niet. Het glipt als zand door mijn vingers vandaag. De opening voor het oog. Mijn gedachten dwalen steeds weer af naar Joost Zwageman. Bij mij thuis aan tafel zeggen ze vanavond: zeg dat maar. Zeg dat maar. Dat het daardoor niet lukt een grap te maken. Goedenavond en welkom bij het Oog. En extra fijn dus dat we het vanavond gaan hebben over het nieuwste boek van Joost Zwageman. Gisteren in het Oog hier natuurlijk reacties op zijn dood. Vanavond zijn boek. De Stilte van het Licht, stukken van Joost Zwageman over kunst. Met Karel Peters van Vrij Nederland en Axel Huger, directeur van het Van Gogh Museum. Oorspronkelijk zou in dat museum het boek gepresenteerd worden. De Stilte van het Licht, zo heet het nieuwe boek van Joost Zwageman. Aanvankelijk zou het vanavond gepresenteerd worden in het Van Gogh Museum. Maar dat was eerder al afgelast. Het werd het weekend daarvoor gepresenteerd. Niemand nog in enige wetenschap van wat erna allemaal zou gebeuren. Ik praat over dat boek van Joost Zwageman met Karel Peters van Vrij Nederland. Goedenavond. Schreef voor de dood van Zwageman een recensie van dat boek. En ik praat ook met Axel Ruger, die is directeur van het Van Gogh Museum. Dat museum dus waar die presentatie plaats zou hebben. Karel Peters, om te beginnen. Wat viel je het meeste op aan het boek van Zwageman? Nou, dat hier, naar mijn idee, voor het heel definitief afscheid genomen werd van het beeld dat je van Zwageman had als de flamboyante, grote gebarenmakende schrijver en kunstcriticus. De man van het grote gebaar, die zei hier iets heel anders in dit boek. Die zei hier iets anders, ja. De hele strekking, de titel alleen al begint. De Stilte van het Licht is een hele gedempte titel. Niet een van een groot gebaar. En het hele structuur van het boek is geënt op stilte, op leegte, op het wit in de kunst en op het verdwijnen. En dat zijn allemaal begrippen die met elkaar verwant zijn en die leiden aan het toe dat Zwageman van een maximaal. Hij begon als een dichter, een maximale dichter van het grote gebaar. Ja. Nu, in dit boek, een minimalist is. Helemaal tegenovergesteld. Helemaal en op zoek naar kunstwerken waarin hij dat kon vinden. Ja. En met de aantekening dat met name het aspect van het verdwijnen in de kunst, dat gegeven het feit dat hij nu er niet meer is, een heel andere betekenis krijgt. Of in ieder geval dat het zijn betekenis krijgt. Ja. Want die recensie die heeft u geschreven voordat hij doodging. Ja. En hoe kijkt u zelf nu terug op die recensie? Ja, dat hoe ik er ook terugkijk. Ik heb kennelijk goed gelezen. U bent best wel kritisch ook over het boek van hem. Ja, zeker. Omdat dat ben ik ook, ja. U vindt het soms gezocht, hè, de verbanden die hij legt tussen kunstwerken? En dat heeft ermee te maken dat ik denk dat tegen de thematiek waar ik het over heb, die minimalistische thematiek, die is naar mijn idee de laatste jaren tot een obsessie geworden. Bij hem? Ja. En dan ziet hij het dus, naar mijn idee, soms waar het helemaal niet is. En dat is dus wel tamelijk indicatief voor de spanning en ook de. Ja, op een gegeven moment zeg ik ook dat hij als het ware bevestiging zoekt in de kunst van wat hij zelf voelt. Ja, en voor alle duidelijkheid, hè, dat zegt hier iemand die hier zit die hem al heel lang kent. Want u heeft hem zien binnenkomen bij Vrij Nederland. Ja. Toen hij nog helemaal in die periode zat van het grote gebaar. Ja.
er ook zo uitzag? Ja, ja, hij zag zo. Ja, zijn eerste verschijning was met een zo'n wollig tweedehands militaire jas. En met grote, van die grote ja, kistjes. Helemaal uit die gimmickperiode. Ja, uit de gimmickperiode, ja. Meneer Ruger, aanvankelijk zou die presentatie bij u in het museum zijn, hè? Zo was het door de uitgever gepland, inderdaad. En dat was ook de vurige wens van Joost Zwageman geweest. Ja, ik hoorde de uitgever vandaag in het journaal zeggen, maar dat Joost Zwageman zelf van tevoren had aangegeven al van dat hij dat niet aan zou kunnen. Op die manier, blijkbaar. Zo nou, daar werd over gesproken natuurlijk tussen de uitgever en hem. En ja. Uiteindelijk bleek dan dat hij daar op dit moment niet toe in staat was. Waarvoor hij dan naar ons toe ook nog zijn excuses aanbood. Hij vond het vreselijk, gênant en zo voort. Dus hij wilde zo graag dat het eigenlijk door zou gaan. Ja. Lag het heel erg voor de hand om het bij u in het museum te doen? Nou ja, in de eerste instantie omdat het zijn wens was. Dat had hij al een tijd geleden aangegeven. En het is ook zo dat hij een enorme liefhebber van Van Gogh was. Van Gogh hield hem enorm bezig. Hij had zich heel vaak over Van Gogh uitgesproken. En hij was vooral ook enorm gefascineerd door de hele, ja, wat hij dan de industrie rondom de gekke Van Gogh eigenlijk noemde. Hij had daar ook alle boeken over gelezen en over alle theorieën rondom de ziekte van Van Gogh. Dus dat was een aspect van de fascinatie die hij voor de kunstenaar had. Naast ook de kunst die Van Gogh had gemaakt. Ja, en de stilte en de rust die Van Gogh zocht. De stilte en de rust die Van Gogh inderdaad ook zocht. Van Gogh had natuurlijk zelf ook met psychische problemen te kampen. En Van Gogh zocht die rust en die stilte en ook soelaas in het werken eigenlijk. En in de kunst en dan in specifieke thema's eigenlijk in zijn kunst. Ja. Karel Peters, herken jij iets in ook die fascinatie voor de gekte van Van Gogh? Bij Joost Zwageman? Ja, zeker. Ja, want hij heeft niet alleen over Van Gogh, maar over. Ik beschouw hem als een van de grote kenners van de psychische problemen van schrijvers en kunstenaars in Nederland. Hij was daardoor echt gefascineerd. Hij wilde het allemaal precies weten. Het is ook bijna een soort een compensatie geweest, die belangstelling en die fascinatie, voor zijn eigen psychische problemen. Die periodiek bij hem optraden. Ja. Meneer Ruger, kunt u onder woorden proberen te brengen hoe groot die liefde van Zwageman voor Van Gogh was? Wat u daarvan heeft meegekregen van hem? Ja, we hebben het herhaaldelijk meegekregen. Sowieso omdat hij vaak bij ons in het museum kwam en het museum een warm hart toedroeg. Maar ik bedoel, gezien wat er nu gebeurd is, is het bijna secundair. Zijn liefde voor de kunst in het algemeen was natuurlijk enorm groot. Hij heeft ook ongelooflijk veel daarvoor gedaan om de kunst ook toegankelijk te maken. De urgentie van de kunst en de betekenis van kunst ook heel op een toegankelijke manier over het voetlicht te brengen. Niet in de laatste plaats natuurlijk ook door zijn kunstcolleges in de wereld draait door. Maar hij had inderdaad, denk ik, en dat gold ook nog voor een paar andere kunstenaars, maar zeker ook een speciale fascinatie voor Van Gogh. En dan denk ik ook dat het inderdaad dit voor hem ook interessant was, juist dat spanningsveld tussen eigenlijk het optimisme en het wat het werk van Van Gogh uitstraalt en dan met de persoonlijkheid van Van Gogh. Daar is natuurlijk, en dat is al sinds lange tijden een fascinatie die daaromheen hangt, is dit soort spanningsveld. Ja, we hebben u gevraagd om een paar regels uit te zoeken uit het nieuwe boek, hè, van Zwageman. Ja, nou, daar is één. Het is interessant. In het boek schrijft hij zelf eigenlijk, en Karel Peters kan dat bevestigen, denk ik, zeer, zeer zijdelings over Van Gogh deze keer. Omdat het hij haalt een heleboel andere kunstenaars aan, maar Van Gogh wordt alleen, zeg maar, ondersteunend geciteerd als hij het over andere kunstenaars heeft. Er is één mooie passage in verband met Léon Spiljaard, een Belgische kunstenaar, waar hij beschrijft hoe Léon Spiljaard een slaapkamer afbeeldt. En hij schrijft, citaat, soms pakte hij
Dus speel je altijd het grootste aan. Dan tekende hij meestal met de gemengde techniek van Oost-Indische inkt, kleurpotlood en pasteelkrijt. Zo waar zijn complete slaapkamer. Eén keer zodanig dat het lijkt alsof hij zich Van Goghs kamertje in Aal toe-eigende en nabootste. Zij het in de duistere paarse, donkerblauwe en grijze tinten waaruit een stille en onderhoudse doem spreekt. Niets concreets in die slaapkamer is macaber. Maar de kleurstellingen suggereren eenzaamheid die alomvattender was dan het eenvoudige eenpersoonsbed doet vermoeden. In zo'n slaapkamer wil je je schuil houden voor de boze buitenwereld. Desnoods kruip je in de grote kledingkast of fantaseer je dat je je kunt verschansen achter het diepblauwe of donkerpaarse behang. Maar je wilt er niet slapen. En dat is natuurlijk, hij gebruikt hier nu Van Gogh om dat ook in relief te brengen. Want juist de slaapkamer van Van Gogh straalt iets heel anders uit. Die kleuren zijn heel, ja, je wilt bijna zeggen vrolijk. Het is een heel toegankelijke slaapkamer. Heeft helemaal niks onaangenaams of macabers of zoiets. Gebruikte dat om ook dat contrast duidelijk te maken. Ja, Karel Peters, allemaal door de ogen van een schrijver. Hè? Ja. Ja. Zo bijzonder is dat dus. Dit is een schrijver, iemand die essayist is, iemand die bij Nederland binnenkwam, bij wijze van spreken eigenlijk journalistiek werk deed ook. En ook dit soort dingen beschrijft uiteindelijk. Een van de aantrekkelijkheden van Joost was dat hij als schrijver over kunst schreef. Ja. En hij had, wat ik zeg, een veel groter woordenschat en een veel breder palet, zal ik maar zeggen, ja. dan een kunstcriticus heeft. En daarom zijn die stukken van hem ook zo geanimeerd geschreven. En ook, laat ik zeggen, vol leven. Ja, want ik zei al, u bent best kritisch in die recensie over zijn boek, soms geforceerde verbanden, maar schrijft hij dan ook letterlijk, en dat plaats je dan tegenover de maximale animo en eruditie. Als het over zwaarder mag gaan. Ja. Ja, nee, dat is... Want dat is die animo die u eigenlijk net bedoelde. Van de, ja. Met zoveel gedrevenheid en wat veel mensen natuurlijk heel aanstekelijk hebben vinden. Ja, en dat levert ook een tegenstelling op met waar hij het over heeft. Want in de kern gaat dit boek over iets wat alles behalve leuk is. Namelijk, wat hij zelf noemt, mijn teerste droom en tegelijk grootste nachtmerrie. En dat is dat hij er eigenlijk niet wil zijn. In het licht van wat er nu gebeurd is, als je de inleiding alleen al leest van dit boek, dan rijzen de haren te bergen. Want daar staat het letterlijk dat het de doel van de kunstenaar is om maar niet te zijn. En dat zoekt hij ook, en dat beschrijft hij dan ook in al die kunstenaars en ook schrijvers die behandelt. Ja, had u dat ook toen u het voor het eerst las? Dus, want dat was voordat wij dit vreselijke bericht allemaal hoorden, dat u daar te bergen rezen toen u dat las? Nou, ik was van plan om daar nog eens dieper op door te gaan. Want ik vond het wel heel opmerkelijk. En als je die inleiding leest, dan is echt heel lichtelijk schokkend. Ja. Dus u schrijft aan het begin, Joost Zwageman publiceert bijna sneller dan God kan lezen. Ja, nou ja, hij was een lichtelijk geobsedeerde schrijver. Hij wilde voortdurend. Hij wilde ook van zich afschrijven. Laat ik zeggen, onder meer zijn mentale spanningen. Hij was echt iemand die in het schrijven een compensatie zag voor wat hij aan psychische spanningen meemaakte. En heeft hij dat al zo lang als u hem kent gehad? Nou, dat kan ik niet zeggen, maar in de loop der jaren waren er verschillende tekenen waarvan je dacht, hoe kan het dat je zo reageert, Joost? Zo fel en zo, op een manier dat je het niet goed kon verklaren. Ja. Meneer Ruwer, hoe zult u het meest aan hem terugdenken? Ook na alle contacten die u met hem heeft gehad? Nou ja, in de eerste instantie ook heel erg warm persoon die werkelijk de kunst een heel warm hart toedroeg en ook alles deed om het belang van de kunst echt over het voetlicht te brengen. Ook altijd heel erg ook op de
zeg maar correctheid van datgene waar hij over schreef, ook werkelijk goed te hebben. En aan de andere kant inderdaad die enorme passie. En dat zag je natuurlijk ook altijd in zijn, ook in de kunstcolleges, die enorme passie en gedrevenheid met waarmee hij een thema over het voetlicht bracht en dan ook een heel mooi, en misschien waren af en toe die verbanden iets geforceerd, maar eigenlijk ook heel heldere verhalen waar hij een thema benaderde en dan een aantal kunstwerken door de kunstgeschiedenis heen in één vloeiende beweging heel mooi met elkaar in verband bracht en dat op een heel toegankelijke manier deed. Dus en deze soort passie en gedrevenheid daaromheen, die zal ons toch echt altijd bijblijven. En misschien is het ook zo, dat is nu een vermoeden, want dat is natuurlijk altijd wat er gebeurt. Als iemand zo plotseling ons verlaat op zo'n manier dat je dan allerlei vermoedens hebt. Maar het is misschien voorstelbaar dat ook die passie met Van Gogh voor Van Gogh ook iets daarmee te maken had, dat ook Van Gogh natuurlijk vooral, zoals Karel Peters het net zei over hem als schrijver, Van Gogh ook de soelaas vond in het maar blijven schilderen. Ook toen hij in de stichting zat, in Saint-Rémy, in het ziekenhuis en ook later, dat hij, Van Gogh kon bijna sneller schilderen dan God kon kijken, ja, om het maar zo te zeggen. Dus ook ja, daar deze gedrevenheid om maar wat er ook in hem opkwam te bezweren en door te blijven gaan. Dus misschien zit daar ook een parallel. Okay. Wij spraken over De stilte van het licht, het nieuwe boek van Joost Zwageman. Hartelijk dank, Axel Rugo. Hartelijk dank, Karel Peters. Dank u wel. In Nederland een einde aan hun leven. In 2013 waren dat er 1854. In de meeste gevallen zijn het mannen die hun leven beëindigen. Maar vorig jaar nam het aantal zelfdodingen onder mannen iets af, terwijl het aantal bij vrouwen juist wat toenam. De sterfte door zelfdoding is het hoogst in de noordelijke provincies. In Flevoland en Utrecht waren naar verhouding de minste zelfdodingen. Vandaag is het Suïcidepreventiedag. Over de hele wereld wordt stilgestaan bij de noodzaak van het voorkomen van zelfdoding. Na aanleiding van de zelfgekozen dood van schrijver Joost Zwageman benadrukte suïcidehulplijn 113 online gisteren dat het erg belangrijk is om te praten over de depressies of andere problemen. De wereld staat vandaag stil bij het belang van suïcidepreventie. Een onderwerp dat door de zelfdoding van Joost Zwageman extra actueel is. Zo is er in Utrecht bijvoorbeeld een congres rondom dit thema en het CBS heeft nieuwe cijfers waaruit blijkt dat na een aantal jaren van stijging van het aantal zelfdodingen in Nederland dat aantal voor het eerst niet is gestegen. Jan Latte van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt goed nieuws. Is het dat ook? Nou, het niveau is nog steeds relatief hoog. Hè. We hebben jaar op jaar stijgingen gehad en het was in 2007
1350 mensen die een einde aan hun leven maakten zelf. Nu nog steeds boven de 1800. Dus ja, het is nog steeds heel veel. En om welke mensen gaat het? Het zijn, wat we zien in de cijfers, vooral mensen van middelbare leeftijd. Vooral mannen ook van middelbare leeftijd. Dan moet u denken aan leeftijd 50 tot 65. Dat is ook de groep waar best ook de stijging is geweest. En is dat verschil tussen mannen en vrouwen groot? Bij mannen, en dat is een soort blijvend gegeven, mannen zien we twee keer zoveel zelfdodingen als bij vrouwen. En hoe is dat te verklaren? De klassieke verklaring is wel dat bij mannen sociale problematiek. U moet zich voorstellen, middelbare leeftijd, gescheiden, misschien baan kwijt, een opeenstapeling van problemen. En net in die leeftijden, ja, dan ben je 50. Moet je ook wel weer energie hebben om opnieuw te beginnen. Misschien geen contact meer met de kinderen. Sociale isolatie is wel een punt. Dus geïsoleerd zijn doordat je geen werk hebt, doordat je geen gezin meer hebt. Dit soort dingen met een aanleg kunnen motieven zijn. Het zal niet altijd zo zijn, maar dat zie je vaak gebeuren. En zie je dan om die reden ook verschillen tussen regio's in ons land? Het zou kunnen, dat kunnen we niet hard maken met gegevens. Maar wat we wel zien is dat Noord-Nederland met name, dat daar ook het cijfer hoger ligt. Relatief ligt het daar hoger. We weten ook dat het ook wel meer kansen op zelfdoding zijn bij mensen die inderdaad niet op die arbeidsmarkt meer kunnen. We weten ook in het noorden is de arbeidsmarkt minder gunstig. Ja, dan heb je al snel het idee. De verklaring is er ook, maar nogmaals, causaal hebben wij dat niet kunnen analyseren met de gegevens die we hebben. Oké, dank u wel. Jan Latte van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opmerkelijk genoeg is het vandaag, twee dagen nadat schrijver Joost Zwageman zich het leven benam, Wereldsuïcidepreventiedag. In Utrecht houdt de Parnassia-groep een landelijk congres waarin de vraag centraal staat: hoe voorkom je zelfmoord? Een vraag die niet alleen voor hulpverleners, maar voor de hele samenleving bedoeld is, zegt psychiater Remco de Winter. Op heel veel terreinen moet je preventie doen. Het is niet alleen maar de GGZ die wat moet doen. Die moet natuurlijk ook heel veel doen. Maar het gaat er ook om dat er bewustwording is bij deurwaarders. Het officieren van justitie op een gegeven moment. Ook niet mensen aan de schandpaal nagelen. En in helemaal klem zetten. En dat we vooral veel oog hebben voor elkaar. Nou, en natuurlijk dat mensen ook de weg weten te vinden waar ze hulp kunnen vinden. Vorig jaar pleegden 1835 mensen zelfmoord. Gemiddeld 5 per dag. Bea deed een aantal jaren geleden een zelfmoordpoging. De poging was voor mij het gevolg van continu het gevoel hebben nergens terecht te kunnen. En niet gehoord te worden en nergens die steun te kunnen vinden. Er was op mijn middelbare school op een gegeven moment een vertrouwenspersoon die doorhad dat het niet goed met mij ging. Die heeft daar ook naar gevraagd van: verwond je jezelf, denk je wel eens aan de dood? En die oordeelde met: ja, daar moet je mee stoppen, want dat is aandachttrekkerij. En dat deed voor mij de deur dicht van: nou ja, als zij mij niet accepteren en erkennen zoals ik ben, dan kan ik dat helemaal niet. Door die reactie hield ze voortaan haar lippen op elkaar. Dat was het setje om mij voor te nemen van: ik ga het er maar niet meer over hebben en ik maak het weg. Terwijl het wel een gevoel was waar ik continu mee worstelde. Je moet je voorstellen, op het meest donkere moment speelde die gedachte 50, 60 keer per dag door mijn hoofd heen. Dus dat is een gedachte wat continu blijvend is. Ben jij doet een serieuze poging uit het leven te stappen. Die mislukt. Het duurt lang voor ze een therapeut vindt die haar kan helpen. Een therapeut die mij niet veroordeelde en die het ook niet wegmaakte, maar ook die het gewoon durfde te benoemen. Ik heb ooit een hulpverlener gehad die vroeg van: is het nog steeds? Je weet wel. En op het moment dat een hulpverlener dat niet durft te benoemen, ja, dan durf ik het er ook niet over te hebben. Hulpverleners moeten het beestje bij de naam durven noemen, is Bea's ervaring. Je merkt vaak bij hulpverleners nog steeds een soort van handelingsverlegenheid. Van: oh, als ik er naar vraag, wat maakt het dan los? Wat doet dat dan met iemand? En wat haal ik allemaal boven? Maar juist door het te benoemen en het erover te hebben, ontstaat er ruimte om te kijken naar verandering. Een les die de GGD Haaglanden in de praktijk brengt. Vandaag won de organisatie een prijs voor de manier waarop zij jongeren tussen 12 en 25 na een suïcidepoging opvangen. Initiatiefnemer Marion Verberg. De bedoeling is natuurlijk om zo'n contact te krijgen dat je geen hulp gaat verlenen, maar dat je een soort maatje bent of een tante of die arm om de schouder. Ja, een luisterend oor. En dat gedurende een half jaar. En bij de ene zal dat een beetje op afstand zijn, want die gaat bijvoorbeeld, die zit al in de hulpverlening. Maar dan blijven we ook volgen en kijken of iemand het echt blijft doen.
Maar als iemand nog niet in de hulpverlening zit, maar het wel heel hard nodig heeft, dan gaan we mee. En dan gaan we ook gewoon de eerste keren mee om gewoon die stap te verkleinen. Dus we zijn eigenlijk een vangnet om deze jongeren heen. En we melden het ook aan één iemand binnen de school, als het nog een iemand op school is. Met toestemming uiteraard van de jongeren. Omdat we vinden dat iemand moet het weten. En dat is natuurlijk met die geheimhouding. Normaal, als jij een poging hebt gedaan, dan weet niemand dat. Dus op die manier ziet dat eruit. Ze hoopt dat het project in de rest van Nederland navolging vindt. Geen overbodige luxe, bleek tijdens het congres. De jongste cijfers laten een lichte stijging van suïcides onder jongens en meisjes zien. Binnenkort opent het VU Medisch Centrum in Amsterdam een onderzoekscentrum dat zich met suïcidepreventie gaat bezighouden.